The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan het voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de listen. Not the face! Rivers of Kumbiel daarna! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to the AA. Onze gast van vandaag is met straatlengte door jullie meest aangevraagde persoon om naar onze podcast te komen. And what you ask for, you get. Hij is acteur, comedian, YouTube-ster en radiopresentator. Hij speelde onlangs zijn eerste hoofdrol als acteur naast Clara Kleijmans in de VRT-nu-serie Match. Sinds 2013 werkt hij voor Humo en presenteerde hij op Stubru het programma Boîte Live. Hij werd bekend onder zijn alter ego vanwege beelden waar hij zichzelf photoshopte met celebrities als Barack Obama en Bruno Mars. Daarmee ging hij niet enkel in dit land viraal, maar ook internationaal werd hij opgepikt door onder andere 9gag, The Lad Bible, Bored Panda, Imgur en zelf de Queen's Own BBC. Zijn eerste videoproductie voor Humo als jobstudent, terwijl hij marketing studeerde in Coventry, was Kanye West Danst met K3, die meteen viraal ging in België en Nederland. Meer dan 3 miljoen views en 40.000 likes op Facebook. Sindsdien is hij een vast gezicht bij het Weekblad, waar hij komische interviews maakt met festivalgangers en sketches produced voor zowel Humo als voor zijn eigen sociale mediakanalen, die internationaal veel bijval hoogsten, omdat hij zijn content in het Nederlands, maar ook in het Engels plaatst. The Queen's English, daar zijn we altijd fan van in deze podcast. Samen met Omdat Het Kan Sound System is hij dan ook nog eens DJ en speelde hij op Rockwerchter en de Lokerse Feesten, om er maar een paar op te noemen. Hij won Humo's Poppol in 2018 en 2021, met wie heb je het meest gelachen, en de Jamies, de Vlaamse Online Awards, wie kent ze niet, won hij ook in de categorie Beste Comedy. Zijn Engelstalige YouTube-kanaal, waar hij met zijn jongere broer Arno extreme sporten gaat testen, is een YouTube-sensatie. Vandaag wordt hij in onze studio, de Man Cave van den Andries, bijgestaan door regisseur Milan Kools en jongere broer Arno van Impen, ook bekend als Arno the Kid. En uiteraard, you wanted him, you got him. Zijn paspoort noemt hem Robert van Impen. Maar de wereld kent hem als de golden boy van de Belgische comedy. Welkom, Average Rob. Ça va? Wow, dat, yes. Is, dat is echt de gekste intro ooit. Goed, hè? Ja. Dank u. Dat is de eerste keer dat ik een applaus krijg voor een intro. Dus dat is wel tof. Dat maak ik niet veel mee, maar wel tof, ja. Hey, blij dat je hier bent, man. Nee, merci dat ik er mag zijn. Ik ben een hele grote fan van u ook, dus het is... Merci. Het is zo'n, hoe zeg je dat, zo'n circle jerk vandaag. Maar gewoon niet allemaal zitten gaat zich geweldig. Maar ook niet normaal. Het is Valentijn. Ja, het is juist inderdaad. Happy Valentine, everybody. Als je met je geliefde bent, vergeet vooral niet bloemen te kopen, want dan is de Valentijn iets minder gezellig, zoals bij mij thuis. Maar dat dit even terzijde. Zie dat je goed in de micro babbelt, mannen, omdat onze koptelefoons het even niet doen vandaag. Zal de observant kijker wel weer opmerken, dus ik zeg het maar al op voorhand. Dus er zijn koffiekoeken, hè? De frietjes this morning. Yes. Dat is toch wel de beste uitspraak aller tijden, vond ik. Ja, de beste uitspraken komen altijd als je er niet te veel over nadenkt. Ja, dat is waar. Wat was het? Koffiekoeken is like frituur, but for the morning. Ja. Dat was de quote. Mensen zijn er helemaal zot van. Ja. Weet je waarom dat ook was? Omdat dat zo simpel is, toch heb je er nooit over nagedacht. Je leest dat en je denkt, dat klopt dat volledig. Veel mensen denken ook dat die dingen op voorhand geschreven zijn, maar dat is dus niet. Hè. Dat is gewoon zo, oké, we gaan een intro doen en dat komt eruit. En plots is dat zo een of andere quote die mensen blijven onthouden. Dus ja. Wat is dat toch met zo frituur en koffiekoeken, dat we er toch altijd... Dat is eigenlijk kinnetjes eten, hè? Ja, het is. Ik denk dat gewoon, dat is zo simpel. Het is zo... Belgisch, en ik vind dat je dat nergens anders in de wereld vindt. Zo, het is echt iets heel cultureels Belgisch, want als je in Frankrijk gaat of in Spanje, daar hebben ze ook wel zo soort van koffiekoeken, maar die crème is niet lekker. Dat is altijd met zo normale suiker en niet zo poeiersuiker of zo chocolade of zo. Maar ik vind dat als je hier naar de bakker gaat, dan worden we wel echt verwend. En stel met frituur,
Dat is zoiets dat je niet kunt uitleggen aan iemand die niet van België is. Als je dat probeert uit te leggen, dan zijn die echt zo... Wacht, maar dus je kunt ook vlees kopen dan? En hoe gaat dat dan? Ja, je frituurt dat. Maar dat is een brochet. Ja, dat is rauw vlees in de frituur. Dan is zo... Maar dat moet toch niet zo? Dus het is allemaal heel onlogisch of zo voor die mensen. En dan toont je dat en zijn die zo van... Ah, oké, okay, wauw. En dan moet dan nog zeggen van... Wacht, maar we zijn nog niet aan de sauzen gekomen. Zo. Het is letterlijk 40 sauzen. Zo. Dat is wel waar. Hè? Je stond er eigenlijk niet bij stil hoe belachelijk veel dat is. Hè? Als je zo... ik heb ook van die dagen... Zijn jullie, als je naar de friteur gaat, zijn jullie vaste menu'ers? Of... Ja. Ja, wat is uw vaste menu? Mijn vaste menu is een Biggie Cheese. Ja. Speciaal saus. Mm-hmm. Dan, als ik heel honger heb, pak ik nog een Lucifer of een kipkorn. Ja. En dan, ja, frietjes. Een Lucifer is goed, hè. Lucifer, ja. Ik doe altijd. Dat is zo'n onderschatte frituursnack waar te weinig over gedaan. Ik ben ook een fan van de vuurvreter. Dat vind ik ook een goeie. Ja, dat is zo'n soort... ja, hoe moet je dat zeggen? Een oranje lumpia met pikant vlees in. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Ja, ik zie het. Het is ongeveer wat dat is. Hè. Het ziet er zo uit als een... Ja. Het is ook wel grappig dat er zo een tomatje en een slaatje bij ligt om het toch de... gezonde dingen zien. Het is met groenten. Ja, inderdaad. Die je direct van die taloor afgroeit met een kop van what the fuck probeerde gaan mij hier aan te praten. Dat is ook nooit de meest knapperige salade. Ook niet. Een lucifer of een vlampijp, ja, dat is juist. Dat is aan twee kanten. Dat is wat ik zei. Zo dat pikant stukje aan allebei. Ja, maar wat ik vind aan een lucifer is, het zou lekkerder zijn moest dat volledig in dat pikante zijn. Ja, dat zou nice zijn, maar ik zie dat ze het nu al zo hebben geprobeerd. Maar dan denk ik dat ze de naam lucifer niet meer zoeken. Ja, inderdaad. Soms is dat ook super pikant en soms helemaal niet. Ja. Ja. Dat is een beetje gelijk samurai saus, afhankelijk van naar welk friteur dat je gaat. Er zijn er die zo je gehemelte wegbrennen en zo andere waar je van denkt, deze is pretentieuze mayonaise. Wat was de naam weer dat je eraan had gegeven? Een lavastiek. Een lavastiek, ja. Dat zou toch goed zijn, hè? Als het volledig maar ik weet niet of dat bestaat, een lavastiek. Maar dat zal misschien wel, hè. Als dat niet zo is... Alle marketeers zitten hier nu. Ja. De lavastiek, jongens! Lavastiek. Ah, het bestaat niet. Nee. Lavastiek bestaat niet. Nee. Ja, het zal wel een goeie zijn. Come on, men claimen die. Zet er al een patent op en verzint dan wat dat het is. Zoals je zei, de beste dingen ontstaan spontaan. Dus deze is nu juist hier geboren, de lavastiek. Nee, we hadden al in de video gezegd, lavastiek. Ja. Maar okay, hier is de tweede keer en dan krijg je... Ook een deel van de royalties. Ah, merci. Ja, daar zat ik eigenlijk niet achter. Nadat je het zelf voorstelt, kon ik natuurlijk niet nee zeggen. Dat kan ook natuurlijk niet. Die is ook, Milan, jij zit er ook bij. Wat heel cool is om jullie ding, is het beetje hetzelfde als ons, maar op een andere manier. Iedereen is heel DIY. Hè. We doen het allemaal zelf en we doen het met ons maat. Dus jij hebt ook specifiek gezegd, ik zou het heel cool vinden als Milan en mijn broer erbij zijn. Ja, dus vertel eens, hoe is heel deze fantastische relatie ontstaan? Waar is het allemaal gebeurd? Wat was het moment? Dus... Het was begin lockdown. Ik denk dat iedereen al zo'n moment heeft gehad van... Fuck, wat nu? Zo, letterlijk, al uw inkomsten vallen weg. Al uw bezigheid valt weg. Je moet je eigenlijk wel opsluiten in een kamer. Maar beslissen wat je gaat doen om je tijd te verdrijven. En mijn droom... wat ik altijd al wou doen, was een YouTube-channel starten. Maar ik wist niet goed wat ik wou doen. Ik denk dat de reden waarom ik het niet startte, was omdat ik er te veel over nadacht of zo. Ik was van, het moet te perfect zijn en het moet dat zijn. En ik wil alles uitschrijven en alles zo op voorhand al klaar hebben in mijn hoofd. Maar ik besefte eigenlijk dat de reden was dat het niet werkte of zo. En op een moment heb ik gewoon gezegd van, ja, fuck it. Ik ga gewoon mijn YouTube-channel starten en ik ga gewoon een soort van bucketlist doen. En mijn eerste idee dat ik heel graag wou doen, was een backflip doen op een fiets. Ja. Dat is wel goed vooral met te beginnen zo. Ja. Maar ja, ik was zo... Laagdrempelig. Ik dacht zo, ik wil dat echt eens... Zoiets voor iedereen. Ja. Maar het was wel mijn een soort van airbag of zo. Ja, oké. Okay. Ja. We kunnen er ook nog wel eens even... Don't try this at home kids channel, zo al direct vanaf de eerste seconde. Ja. Maar ja, ik dacht ook, je moet echt beginnen met iets dat gek is. En die backflip op mijn fiets was echt zoiets van... Dat is iets... Dat zit al direct zo een soort van de toon van, oké, het is niet zomaar een soort van YouTube-channel of zo. Het is gewoon van, we gaan shit proberen en we gaan
de risico's nemen. Ja. En ik had Arno dan meegenomen als, als cameraman of als soort van B-roll guy. Mm. En Arno heeft geen ervaring met filmen of zo. Je bent net niet met je ogen aan het rollen, dus ik vond het wel tof om te zeggen. Nee, maar omdat Arno, ja, het was voor iedereen lockdown en iedereen wist niet goed wat doen. Dus ik dacht van, ik ga Arno gewoon meenemen, dan zien we wel. Zo, als, mijn doel was om gewoon echt, stel Arno goed zou kunnen filmen en dat hij dan ontdekt eigenlijk dat hij iets is wat hij graag doet, ja, dan zou ik hem kunnen betalen om te filmen en weet ik veel wat. Hè. Maar dan merkte hij eigenlijk tijdens de video dat... Dat dat goed klikte tussen ons. En dat wij goed op elkaar inspelen en zo. En dan daar had ik al zoiets van... Ah, het zou misschien eigenlijk wel nice zijn dat Arno mee betrokken wordt als gezicht of zo van de YouTube-channel. En dan, jullie zijn wel twee goede koppen bij elkaar. Dat moet ik wel zeggen. Vooral, zeker als alle haar even lang is, dan zijn er zo'n momenten dat je al zo'n banaan niet uiteen kunt halen. Want Anno, wat deed jij eigenlijk ervoor? Waren jullie aan het studeren of is dat een gevaarlijke vraag? Dat is een goede vraag. Dus ja, ik was een topleerling. Ik had supergoeie punten. Nee, ik deed eigenlijk niks. Ik had een job in de pizza hut. Yeah. It just lockdown, gets better. Met lockdown moesten we mijn masker aanwerken. Dat was echt een hel. Maar bon, dat was met al mijn maten. Dat was wel echt tof. Maar ja, bon. Uiteindelijk wil ik niet heel mijn leven pizza's maken. Vooral niet van de pizza hut. Mm. En dan was dat wel iets tof dat ik mee mocht gaan filmen. Mm. Maar ja, dan... Ja, we wou je opwerken naar domino's en zo. Ja. Ja, ze weet van, ik heb andere ambities in mijn leven dan deze. Maar, nee, dat was... Ik heb niks gedaan, echt. Mm. Ja. Gewoon, en dan heeft hij een beetje mijn leven gered. Ik zeg... echt het verkeerde pad gewoon. Ik zeg gewoon dat bij Arno zo was... Arno is heel... Ik kom van de marginaalse school van Leuven. Waar allemaal Johnny's zijn die vechten elke dag. Waar als gestudeerde werd er een rare gast. Redingen of Leuven. Dit is een goede promo voor pizza uit voor Redingen. Ik hou van Redingen of, maar ja. Ik heb daar nooit gestudeerd in mijn leven. Mijn examen studeerde ik op de bus in de ochtend. Dan had ik nog 60%. Als ik iets studeerde, pakte het al 2-3 uur, omdat ik dyslectisch ben, dus lezen ging al niet goed. En dan moest ik naar de hogeschool en dat ging echt niet. Dat ging echt. Arno heeft zo 4 richtingen gedaan en altijd 1 week. En dan zo... Ja, ik kan nog zien of dat ik nog ga gaan of zo. 1 keer 10 dagen. Arno is ook zo die gast die zo zich voor een heel jaar inschrijft, een week gaat en dan zo zich vergeet uit te schrijven. Dus altijd nog betaald. Ja, kindergeld. Voor het kindergeld. Ik heb 1 keer 20 op 20 gehad, hè. Ja, omdat je vals hebt gespeeld. Maar ik heb toch een 20 op 20. Het was zo online examens en dan gewoon zo met alle uitkomsten ernaast en dan gewoon zo doen alsof dat je dat... Nee, niet eens. Het was echt gewoon copy-call. Ik moest gewoon mijn naam veranderen. 20 op 20. Allee, dat was zo fier. Maar... Zo fier ook. Vooral, ik was kei fier dat ik dat volledig gefaked heb. En iedereen is erin getrapt. Nee, ik heb daar wel een half uur zitten fake typen. Dat is wel waar. Dat was echt intens. Commitment is belangrijk. Soms is een... Mm. Okay. Hier moet je zo over nadenken. Het eerste is ook, ik heb voor een examen vastgespeeld. En ik heb die examen nog altijd mislukt gewoon. Ik denk dat ik een 4 op 20 had of zo. Dat is wel cool. Dat is ook wel iets dat je moet kunnen. Maar ja, dat dan kan dan ook moeite maar iedereen. Dan moeite ik moest dan zo naast mijn computer, daarachter, had ik dan zo papier gezet. Maar ja, dan moest ik dat lezen. Maar als ik iets lees, dan pakt dat echt een kwartier. Zo had ik daar zo super onsubtiel zo. Dan, dat ging gewoon niet. Volgende keer kun je misschien zo met geurtjes, gelijk Geronimo Stilton, of met braille, dan moet je zelfs niet kijken. Als je met braille leert, kun je gewoon voelen en dan kun je zo... Ja. Toch? Goed idee. Mag je vertellen, grappig, maar ik heb ook eens een interview mee opgelezen dat je zei van, ja, hij had het ook wel nodig, maar dat was toch ook wel... Had jij, want je hebt een enorme comedy value. Jij wist toch dat er al was? Ja, maar Arno is... Een van de grappigste mensen dat ik ken. Zo, maar, dat is echt waar. Voor, ah, come on. Voor dat YouTube begon, Arno is iemand die met iedereen goed overeenkomt. Je kunt daarmee... Maar dat is echt waar, hè. Gast, iedereen dat u kent u niet op een slechte manier. Iedereen is zo... Oh, Arno is super lief. Arno is super vriendelijk. Als je op een bus komt, je zegt dan iedereen dag, dat moet niet eens. Maar jij doet dat toch. Zo, dat ding, dat, zo die vibe... is iets dat heel waardevol is. En zeker als je video's maakt, het feit dat je iemand op zijn gemak kunt stellen, gewoon al door jezelf te zijn, is iets dat heel hard onderschat wordt in het maken van video's. En dat is iets wat wij allebei hebben. Mm. En daarbovenop is hij ook
super grappig. Dus dat klopte gewoon. Dan moest ik eigenlijk vooral focussen op zo... Wat is de structuur van de video? Waar wil je naartoe gaan? En Arno is zo de komische noot, want hij moet zich daar niet mee bezighouden. Arno is gewoon grappig. En dat is het nice. We zijn broers. Ik mag heel hard zijn tegen hem. Hij mag heel hard zijn tegen mij. Wij gaan dat nooit slecht opvatten. Want hoeveel jaar schelen jullie? Je mocht raden. Ja. Dat is echt een typische vraag. Yeah. Ja, het is moeilijk. Want je gaat ook een jongen. Vijf? Vier? Vier jaar. Zes? Acht? Drie jaar. Zeven. Zeven? Zeven. Ah, ja. Oh shit. Yeah. Oké. Okay. Ik word over 2 weken 30. Oh. Ah, de big 3-0. Ja, wow. Nou, ik word wat deze week 5. Maar Rijken is er weer bij. Zou jij wat echt zo... No. Nee, maar fucking old, man. Ja, dat is wel een gekke leeftijd, 30. Het is ja, zo... vind jij dat... is dat voor u wel een soort moment? Het is wel sowieso een moment, omdat je niet meer in je 20 zit. En vanaf dat je in je 30 zit, zeg je zo precies nog meer aansprakelijk voor de fouten die je maakt. Of zo. Jij denkt nu zo, als je in je 20 zit, kun je nog zeggen, ja, maar ik was jong. Mm-hmm. Maar op je 30, je bent niet meer jong. Het is zo, je bent eigenlijk zo... daddy material zo. Ja, de vroege daddy material. Wel. Je kunt tegenwoordig is dat toch ook dat mensen toch op een vele latere leeftijd nog aan kinderen beginnen. Zo, iedereen blijft toch langer jong of zo. Ja. Voel ik nu toch wel. Zeker als je ziet naar mijn ouders of zo, want ik word nu 50 in december. Ah, en dan denk dat, ik dacht zo in de 30. Ja, nee, shit. Ik word 50. Damn. En het zotte is, ik weet nog dat mijn vader 50 werd. En dat hij zo'n speculaas meekreeg. Die werkte in Nederland, was een ingenieur. En dan kreeg hij zo'n grote speculaas mee, met Abraham op. En die was zo wat kalend in zo'n buik. En dat was wat gewaard dat je 50 wordt. Dat is zo, ja, het is allemaal verdraaid. Je bent daar gewoon aan het aftellen totdat je op pensioen gaat. En dat is het. Ja. En dat gevoel heb ik nu nog wel niet bij mijn eigen. Ja, ja. Allee, dat je wel denkt, ja, oké, alles krokt en piept al meer als je het bed kruipt. Ja. En je maakt meer geluiden als je dingen opropt. Maar dat is toch anders dan... Allee, je voelt dat zeker met 30. Maar dat is ook zo dat typische, als je wat oud... Mijn moeder zegt dat ook altijd. Ah, je bent nog jong. Ik zeg, maar ik word 50. Zo, dat is niet meer nog jong. Maar ja, die is 84, dus die is zoiets... Ja, voor mij is, wel, hè. Maar je moet er ook mee... Dus... Ik vind ook wel... Je moet er mee wegkomen. Ja. Maar wat maakt het ook uit, toch? Ja, maar je moet er wel mee wegkomen. Maar zo. Ik denk dat, zo, vanaf er is dat niks je... zo erg als je oud bent, en je, bijvoorbeeld, omdat we over humor bezig zijn, er is ook niks zo erg als zo een bepaald soort humor doen dat niet bij je leeftijd past. Of zo. Ik vind wel dat je moet evolueren in wie je bent, maar het is niet daarom dat je je naar een bepaalde leeftijd moet gedragen of zo. Want vroeger, toen ik dacht, een 30-jarige, dan dacht ik van, oké, dat is echt zo... Papa, mama, tuintje, kindje, hondje en vast in dienst, 9-to-5. So, dat was het idee dat ik had van iemand die 30 was of zo. En bij iemand die 50 is, daar heb ik nu eigenlijk het idee van. Dat is iemand met een hemdje. Die was directeur. Met een bril op en zo een paterke. Maar dat zeg je niet. Dus dat zet mij ook wel gerust dat als ik 50 ga zijn, dat ik... Het ook meer in niet. Nieuwe richting kan gaan. Ja, dat is kei tof dat je dat zegt. Ik was eerder aan het hopen dat ik terug meer in oude richting ging evolueren. Maar wou ik kunnen naar elkaar toe. Meet in the middle. Ja, het is dat. Nee, maar jij oogt wel geen 50. Nee. Ja, het is, ik weet dat niet. Ik vind dat altijd grappig, omdat ik denk dat de meeste mensen op zich wel een beetje hun leeftijd er altijd wel wat uitzien. Allee, zo als je dieper gaat kijken. Mm. Mijn huid is anders dan die van alle. Mijn haar is grijzer, dat is ook dunner. Allee, er is wel een verschil of zo. Je hebt wel door dat je... Ik kan niet meer doen alsof dat ik 25 ben. Dat is echt bullshit, maar... Mm. Dat wil niet zeggen dat je zo voor een bepaalde leeftijd al direct alles moet laten gaan. Dat doen wij ook zo rap niet meer. Hè? Nee, je bent nog zo'n generatie die nog wel wilt sporten en wat wilt doen. Ja. En... Maar ik moet wel zeggen, ik had heel veel momenten van extreme jaloezie als ik alle bezig zag. En wat dat jullie allemaal deden, ik dacht, oh man, dat ik al tegen een muur moest oplopen en een salto doen, dat is echt de rest van het jaar gedaan. Hè? Allee, dat lukt bij mij echt niet meer, dat soort dingen. Misschien, voordat we aan de filmpjes beginnen, ik weet dat je die vraag wel dikwijls hebt moeten beantwoorden, maar ik wil het ook uit die mond horen van jullie. Dat atletisch vermogen. Mm. Mm-hmm. Want dat kun je niet wegsteken. De lang levende Belgische bescheidenheid, maar daar zijn we even niks mee. Wij zijn... wij hebben heel sportief DNA. Zo, wij kunnen eigenlijk... Dat gaat heel cocky klinken, maar... Als je onze sport geeft, kunnen wij dat op één dag. Ja. Zo makkelijk. Wij zijn super competitief. Het moet. Durven risico's nemen. Wij hebben een hele...
harde doorzettingsvermogen. We gaan in het rood. Zo van die, van die dingen. Wij zijn ook heel analytisch of zo. Als iemand mij zegt voor mijn polsstok springen, ik analyseer de beweging dat hij doet en, en dat registreert zich in mijn muscle memory of zo. Ja, ja. Ik kan, als ik dat vier keer zie, dan weet ik, ah, oké, zo moet het of zo. Ja. En dan werkt dat. En ik denk dat dat gewoon het ding is. En we hebben ook gewoon alle sporten al gedaan. Zo letterlijk, onze ouders, die dropten ons altijd op sportkampen, zodat zij wat rust kregen thuis. ken het zo? Is er nog een zus trouwens, of een broer, ja, een andere broer? Een grote broer, die is in het leger. En dan een kleine zus en zijn grote zus. Die werkt voor zo'n leasingmaatschappij. En kan die ook, want komt dat van jullie ouders, dat je nee, was de papa of de mama die goed was? Allebei eigenlijk. Ik denk eerder de papa misschien. We lijken wel allemaal op papa, maar mama is ook wel kast. Waar het ook wel is gewoon jullie doorzettingsvermogen. Hè? Als je tegen hem zegt bij polsstok springen, ga niet over die 3.15, dat is onmogelijk. Dan zegt hij, fuck you. Ik ga wel over die 3.15, wacht maar. En eigenlijk, je merkt ook wel het moment dat het gaat lukken, want dan raak ik zo in een soort van focus. Ja, zo'n zone. En dan, en dan weet ik van, oké, zo, het gaat gebeuren of... Ik ga er mijn rug voor breken, zo, ken het? Zo. En wij denken ook in soort van video, zo, ken het? Als je over je 3 meter gaat, en je landt die 3 meter, wel uitzonderlijk was voor die Ben Broeders, zei dat. Maar je viert niet alsof dat het de hoogte was die je wou, dan fuckt je zelf in montage. Ja. Mm-hmm. Dus als ik niet... Als ik zou willen, ja, 3 meter, let's go, oh, zalig, oh, merci om te kijken. Mm-hmm. Ja, dan is het gedaan. Maar op dat moment had ik de fout gemaakt om te zeggen van... Ai, 3.15, zo ken het. En als ze van... Oké, ja, nu moet het wel doen, anders maar is wij hebben ook niet gestopt, omdat wij wisten dat je dat wel ging kunnen. Ja, wij zagen dat en we dachten, maar je hebt echt nog wel overschot bij die 3 meter. Ja, dus ja, waarom proberen we het niet gewoon? Allee. Mm-hmm. Ja, dat is wel waar. Maar is er één sport dat je eigenlijk vroeger gedaan hebt, waar je los van dat je echt goed kon, dat je voor gegaan bent? Ja, zwemmen. Ik heb vroeger competitief gezwommen. En daar was ik... Ja, ben ik meerdere keren kampioen van Vlaams-Brabant geweest en zo. En van Vlaanderen ook. Ik ben naar het BK gegaan en van die dinges. En dan was je korte afstand of lange afstand? Korte afstand, 50 en 100 meter. En dan vooral vlinderslag. Ja. En, dat is ook al de zotste stijl van dat is wel de meest technische en uitputtende stijl, maar wel de coolste. Ja, als je dat kijkt. Is dat echt uitputtend? Ik weet niet meer, vroeger, ik heb ook lang in een zwemclub gezeten. Vlinderslag was het moeilijkste, hè? Het meest technische. Ja. Maar als je daar echt constant op focust... Het blijft de zwaarste slag wel, want dat was ook zo'n ding tijdens de trainingen. Het gaat altijd je eerste slag en je tweede slag. En kraal is ook zo'n slag die eigenlijk iedereen doet tijdens training. Dus dat is van 8 keer 200 meter. Eerste kraal, tweede, eerste slag. Derde, tweede slag, eerste kraal. En dan zo. Dat werd zo wat opgedeeld in hoe ga je 8 maal 200 meters zwemmen eigenlijk. En dan moet je eigenlijk natuurlijk ook trainen op je eerste slag. Want je eerste slag is niet de eerste slag van iemand anders. Mm-hmm. Maar ja, bij mij was dat vlinderslag. Dus dat was zo. Oké, 8 maal 200 meter. En afwisselend kraal eerste slag. Maar ja, voor iemand van die schoolslag doet, of rug, is dat super chill. Ja. Maar voor iemand die 200 meter vlinder moest zwemmen, dat is gewoon kapot gaan. En dan daar eigenlijk... Dan fuck jezelf wel door daar eerste slag te maken. Het is ook omdat je niet de rotatie hebt van één ding naar voren en één ding naar achteren. Ja. Het zijn alle twee tegelijkertijd. Het is pure kracht. Het is heel explosief. In maar schouwers. Dat ziet er toch super grappig uit. Ja. Grappig. Ah, ik vind dat super mega cool uitzien. Dat is mega stijl. Dat is atletisch. Dat is funny om te zien. Boom. Maar gast, dat is toch te stijl? Ik herinner mij vooral dat stuk in, wat is dat, Rocky 3 zeker? Dat hij met Apollo Creed aan het trainen is. En dan is hij aan het zwemmen en dan komt hij aan. En dan stoot hij af en vlinderslacht hij zo weg. En dan weet je, wow, Sylvester Stallone is de raakste gast van de wereld. Zou het nu nog kunnen, stel dat we nu in een bad gooien? Zo. Dat is iets dat je niet verleert. Ja. Zeker bij het zwemmen, dat is zo technisch. Elke centimeter die je doet is berekend. Zo, uw ademhaling is 100% berekend. Alles is puur techniek in zwemmen. En als je techniek heel goed is, dan zwemt je sneller dan iemand die puur op kracht zwemt. Zoals, dat kun je ook gewoon zien met de vrouwen. Die zijn minder sterk dan mannen, genetisch gewoon. Maar door hun techniek zijn die gewoon zo
zo goed. Je hebt een goede vorm, hè. Die, ja, die glijden beter in het water dan, ja, dan zo die schouwers en dan, ja, dat, ja, ja, soort. En dat is gewoon, ja, dat is het. En dat vind ik zo mooi aan zwemmen. Is zo, je ziet eigenlijk heel snel wie dat een goede zwemmer is en wie dat een minder goede zwemmer is. En die techniek is gewoon super nice om naar te kijken. En dan heb je van die hele innoverende zwemmers zoals Michael Phelps en Caleb Dressel. Dat zijn zo de... Caleb Dressel is zo de Michael Phelps van deze generatie nu. Die is ook zo bijna alles aan het winnen. Mm. Maar je merkt eigenlijk dat hij een onorthodoxe stijl aanneemt. Dat hij eigenlijk niet zwemt zoals de rest, maar daardoor eigenlijk wel zo dat stapje hoger gaat of zo. En nee, Caleb Dressel. Nee. Caleb Phelps. Ah, ja, tuurlijk. Caleb is meer Dressel. Een C-deker, is dat niet? Is dat niet Caleb? Maar, ja, ah, het is zo Caleb. Ah, ja. Ja, ja. Ja, Caleb. Maar hij is ook zo'n monster, die gast. En die is zo... Ja. Yeah! Maar dat zie je ook aan... Als je naar zwemmers kijkt op de Olympische Spelen bijvoorbeeld, dat zijn allemaal echt zo... halfgoden of zo. Ja. Die hebben zo de perfecte vorm. Dat zijn precies zo Griekse goden. Zo, ja. Ja. Jij lacht al met je dadbot, maar jij bent ook wel echt afgetraind. Jij bent heel compleet. Dat is echt een zwemmer. Ja. Ik ben dat nu echt, een dikke, ik ben echt wel een beetje dik aan het worden nu. Maar dat was ook het probleem bij kalm, mij bij het kalm, zwemmen. Vriend, kalm. Het ding is bij het... Nu... Bij het zwemmen is... Grootte is super belangrijk. Dus ik was dan zo als 13-jarige, was ik zo 1,45 meter of zo, weet ik veel. Maar al mijn concurrenten waren zo 1,80. Dus als ik dan zo eerste was in een wedstrijd, dan was ik nog altijd kleiner dan hun die op zo nummer 2 en 3 stonden. Dat is zo'n verschil van zo'n van 20 centimeter. En dan stond hij daar zo naast, zo super van die lange slungel. Zo. Ja. En als die strekken, dan zijn die al 2 keer. Moet dat al bijs weten, wat die eigenlijk in lichaamslengte al hebben. Zo. Ik heb al van de week of zo, was er zo iemand bezig over Fred de Burggraven. Ah, ja. Hè, in de jaren 90, maar dat is, want dat is ook niet die had niet de atletisch, die was niet zo gifted, dat was ook maar een gewone gast, maar hoe ongelooflijk straf dat hij was, want dat is, wat is dat, goud op? Goud, hè. Ja, 100 of 200, goud, 200 meter? 100 meter, 200 meter schouder, ik weet niet. Goh. Maar hij heeft mij geïntroduceerd tot het zwemmen. Ah, oké. Okay. Mijn ouders hadden mij weer al op een of andere random sportkamp gedropt. En het was een weekje zwemmen. En dan had ik Fred de Burggraven gaf dan les. En dan... ja, heb ik daar zo wel de liefde voor het zwemmen gevonden. Ja. En ben ik mij gaan inschrijven in de zwemclub van Overijssel op mijn eentje. Ja. Toen ik 12 was of zo. En dan voilà. Dus dat was, en Arno is eigenlijk een topsportvoetballer. Ja, voetbal. Ja. Vertel. Vertel. Ja. Dus ja, ik had de kans om heel hoog te spelen, maar dan heb ik mijn blessure ineens meer. Dat is waar. Ja. Maar ik heb gewoon... Welke ploeg zijn jij begonnen? Of waar zijn uw talenten ontplooit? Dat was zo'n voetbalkamp. En dan wou ik heel graag beginnen voetballen. Maar dan mocht ik pas beginnen op mijn 8 jaar of zo. Dat was zo'n rare regel van mijn papa. Sorry papa, dat bedoel ik. Nee, en dan ben ik begonnen in... waar was dat? In Waterloo of in Waver? Zo'n rare club. Helemaal in het begin met mijn beste vriend, met Tashi. En dan niet bij Tempo? Niet met Tempo begonnen. Oh, ja. En dan ben ik na een jaar naar Tempo Overijs gegaan. En dan heb ik daar in mijn leven geshot bijna. Ja. En dan heb ik Brabantse selectie gehaald. En dan mocht ik testen doen voor topsport voetbal in Redingenhof. En dan was ik door die testen. En dan was dat het mooiste 2 jaar van mijn carrière. Wat was uw positie? Toen was ik aanvaller nog. Toen was ik... je hebt aangevallen? Ja, ik was altijd een... Alles dat in de buurt stond. Ja. Toeschouwers, arbiters, dat mocht er niet uit. Een nond, er stond iemand te dichtbij. Ja. Goh, altijd een bres. Dat was niet zo. Oh, my, ja, pak een koffiekoek, man, inderdaad. Ik ga ook wel eentje pakken. En dan heb ik een stoeme blessure gehad. Heb ik een ploegmaat van mij... Heeft op training... Het botst altijd tussen ons, we zullen het zo zeggen. Ja. En ik win een zwaar duel, waar ik een beetje er te fel in ga, maar hij ook, want ik wist het. En de actie daarna doet hij gewoon 2 voet vooruit op mijn enkel. Verdraai ik zo heel mijn enkel. En heb ik zo nog een training en een match gespeeld met een gebroken enkel. En uiteindelijk zei een dokter ook in 1 keer van... Ja, je mocht nooit meer shotten. Ja, die dokter... Maar dat is zo'n classic dokters, hè. Die zijn zo lui in, hun, in te zien wat dat er mis is, dat ze gewoon zo shit beginnen te zeggen. Gewoon. Bij Arno was dat... Ja, je gaat nooit meer kunnen voetballen, want je hebt artrose. Ik was 15. In beide enkels. In beide enkels. Het is gedaan. Dus die dokter zo tegen hem... Ah ja, Arno was op de piek van zijn voetbalcarrière of zo. Ja, ik weet nog dat mijn mama zat naast mij en die dokter zei dat...
En mama staart mij gewoon aan. Maar zo met de blik van, we gaan allebei keihard blijten. Mm-hmm. Dus die staart mij en ben keihard te blijten. Mijn mama ook gewoon, dat was echt. Ja. Maar ja, eigenlijk... Ik dacht echt dat mijn leven gedaan was, terwijl het eigenlijk... Ja. Uiteindelijk heb ik nu... Ben ik gelukkig goed. En heb je er eigenlijk uw eigen toen... Want heb je dan nog geshot? Of, ja. Ja, want jij voetbal toch man, nog altijd. Hij had ook helemaal geen artrose. Ik had geen artrose. Nee. Dat was het ding. Hij had gewoon een cyst in zijn voet of zo. Wat? 3 maanden daarna ga ik naar een specialist, omdat ik gewoon zeker was zijn. En mijn mama ook. En die zei gewoon van, je kunt artrose niet eens zien op zo'n scan. Dus dat is raar dat hem dat zegt. En je hebt gewoon een kist in je enkel. En gewoon, ik had mijn maleol. Wauw, klinkt slim. Oh, wow. Een botten maleolus in... op de botus. Snap je? Gluteus maximus. Altijd gluteus maximus. Ja, dat was gewoon... Een bot in mijn enkel was gewoon gebroken. En er zweefde een stuk bot gewoon. En die zei gewoon van, ja, we kunnen dat easy fixen. Boom. Mm-hmm. Dan heeft hij daar zo... Heb ik een infiltratie gedaan. Ik heb me nog nooit zo'n pussy gevoeld. Wow, yo. Oh, maar dat ik ben bijna flauwgevallen. En plus, dat is echt zo'n naald. Ja, en die... Die beginnen daarheen en ik was zo van, ja, moet dat niet bedekt zijn? Moet dat niet... Ik kan gewoon meekijken. En er was zo'n tv. Mm-hmm. Ah, gewoon ja. hoe ze konden zien hoe diep ze waren. En dan zag ik ze gewoon bezig. Dus ik was zo van, uit. Mijn stoere gast. Ik kan gewoon meekijken. Wow, joh, ik ben nog nooit zo'n pussy geweest. Ik heb bijna gekotst, bijna flauw gevallen. Geroepen, gelijk een griet. Nee, geroep niet. Aangevallen. Ze vroegen, gaat het? En ik was echt zo van, ja, en dan trok die dat eruit. Werd ik helemaal wit en zo. Zeg dat het gaat? Ik zo, nou ja, heb ik mijn vuilbak in mijn handen zo, die tafel gezeten, dat was te awkward, maar ja. Inderdaad, maar was dat een hard... Allee, mentaal? Mentaal was dat wel... Ja. Zo, allee, ik want was er dichtbij? Denk je dat als het niet had gebeurd... Eerste klasse en zo had ik nooit gehaald. Maar ja, omdat wie zegt dat? Maar gewoon, ja, ik hou te veel van feesten. Dat is ook die periode. Ja. Sorry, maar zo super marginaal op de oude markt. Geil zit op die trappen zo met maten. Dat vond ik te tof. Ja. En ook gewoon, het was gedaan zo gezegd. Dan ben ik nog harder beginnen feesten. En dan uiteindelijk mocht ik terug shotten. Maar ja, dan blijf je ook van... vast in die... Je bent van positie veranderd dan, hè? Ja, ik heb... Het ding was, ik speelde een jaar ouder. En we waren op een random toernooi, zo'n internationaal toernooi. En we hadden geen rechtsbak en linksbak. En dan zei ik zo van, ja, ik wil dat wel eens proberen. Mijn coach zei van, eigenlijk, ja, dat past u nog wel. En die zei gewoon van, val aan, maar kom gewoon terug voor de verdediging. Dat was in de periode dat ik nog kon lopen. Nog goed kon lopen, een conditie had. en sinds die toernooi heb ik dat blijven spelen. En nu speel ik dat nog altijd. Maar beelden wie hoeveel mensen dat er hun carrière beëindigen omdat die zeggen dat die iets hebben? Allee, dan ja, dat gebeurt is gewoon een foute diagnose. Dat is toch gestoord? Allee. Ja, en ook vooral wat dat ook met jezelf doet. Hè. Je kunt soms zoiets krijgen hè, als je zo... Want die zijn er wel zelfs iets stom, gelijk een hernia of zo. Mm. Zo dat zeggen, je dan denkt, oh ja, dat was het dan voor mij. Terwijl er nog belachelijk veel mogelijkheden zijn en dat je de juiste mensen hebt die dat je de juiste oefeningen geven, kun je ineens toch nog een heel eind veel meer dan dat je dacht dat je kon. Hè. Maar dat je zo bijvoorbeeld... Wat je erbij toen met de Rode Duivels, dat weet ik niet meer. Als jij filmpjes met de Rode Duivels deed... Nee, dat was twee. Ah ja, want ik vraag me soms af, Arno, stel, dat gaat ongetwijfeld nog wel eens komen of zo. Ay, maakt niet uit. En je zit erbij. Hoe competitief zou dat zijn, denk je? Hoe dat? Ja, als je er met Hazard of zo staat. Of, en je moet zo, tweeten, een klein matchje of zo. Ja. 2 voeten vooruit. Zo. Ik moet winnen. Nee, maar... Ik weet niet, op dat moment is dat echt gewoon puur genieten. Dat is zo'n droom van elke voetballer. Ja, maar ergens toch. Maar ik ga wel, sowieso een goaltje maken. De Milan gelooft daar niks van. Eender welke sport, hè. We hebben overlast een trickshot-video gedaan. Ik weet niet of je hebt gezien. Ja, dat heb ik gezien, ja. Dat waren de domste trickshots ooit. En wie heeft heel die video gedragen? Deze gast, omdat hij in elke sport gewoon waanzinnig goed is. Je geeft gewoon de rugby. Die smijt dat perfect op eender welk puntje dat je die geeft. Een voetbal direct in de winkelhaak. Die eender welke balsport ligt die gewoon. Ja, balsporten is echt je ding. Daar zeg je echt wel crazy in. Maar ik had ook een energy drink helemaal geat. Ja, dat is iets nieuws dat Arno altijd doet nu. Arno, voordat we een video filmen nu, drinkt hij altijd een blikje Monster. Ja. Maar moet dat uitbliepen als je wilt. Energiedrank. Generische energiedrank, wit etiket. Maar het ding is, ik heb zoals zo'n beetje semi-ADHD. Maar zo... Dat helpt dan wel. Ja, in het leerjaar, zo, dat als je ouders zo uitnodigt... Dat is van kloot. Zo. Ik dacht zo van, ga je zoon laten testen, want hij is echt raar. En dan uiteindelijk... Ja, ik heb het niet, maar als ik dan Monster nog erbij pak, dan ben ik echt gewoon... Ik zeg dat soms ook voor de video. Ik zeg zo van, die Monster heeft mij gewoon...
Ik kon gewoon niet meer nadenken soms. Dat was zo te heftig gewoon. Maar dat is het ding, ja. Maar ik denk dat we allemaal wel een soort van concentratiestoornis hebben. Zo. Maar ik heb, als ik iets aan het doen ben, hoe vaak dat ik afgeleid ben en totaal aan andere dingen begin te werken en zo, of dan... Ik ben na zelfs niet aan het toepletten. Wij zijn maar aan het praten, zo. Ja. Nee, maar ik denk dat dat zo die dingen zijn, dat u wel een beetje dat creatief ding dat je hebt, dat is een beetje de prijs dat je betaalt, vrees. Dat zijn altijd die dingen dat je zo van die waanzinnige uitspattingen hebt en dat je brein heel rare dingen doet en bedenkt. Ja. En dat is heel cool, maar de prijs dat je betaalt is dat je de helft van de tijd, wat? Zo, dat je het niet mee zegt of dat mensen tegen je aan het babbelen zijn, dat je niet het gehoord wat dat die gezegd hebben. Maar daar hebben wij ondertussen in de video zelf wel een goede ritme en een goede structuur ingevonden eigenlijk. Hè? Want in het begin vergaten wij vaak zo, we moeten dit nog inleiden of dan nog bijeindigen. En nu hebben we wel zo iets gevonden dat het altijd wel lukt om daar toch alleszins wel attent in te blijven. Dat is toch wel iets. En toen ben jij er eigenlijk bij gekomen, Milan? Dat is eigenlijk super random. Rob had een tweet gepost. Van, ik zoek iemand die elke week twee keer met mij een video wilt maken, of twee keer per week met mij wilt samenwerken. Maar ik heb zelf geen Twitter, dus ik had het niet gezien. Nou, mijn zus wel, en die had er een screenshot van doorgestuurd. En die zei, is dat niks voor u? Want ik had een paar maanden voordien met een aantal andere YouTubers mee geweest, met Tour de Tietema, ik weet niet of je die kent, zijn Nederlanders. En die zei, misschien nog iets in YouTube, hè? Dat is wel leuk. En ik kende iemand die al met hem vaak had samengewerkt. En ik had naar hem gestuurd van, doe jij dat nog soms, of hoe zit dat? En die zei, nee, ik doe dat niet meer, want vaak is dat last minute. Dat was voordat hij wekelijkse video's deed ook, en ik heb er geen tijd meer voor. Maar ik zal uw info doorgeven, want het is wel echt iets voor u, stuurt hem geen berichtje, want het kan zijn dat hij het niet leest, maar ik zal uw info doorgeven. En hij had mijn nummer doorgegeven, en ik denk een halve minuut later had hij mij een berichtje gestuurd, was hij mij beginnen volgen op Instagram, en eigenlijk is het van dan super snel gegaan, hè, want dan zei hij, zijn dinsdag vrij. ik zie dat je daar in Duits gedaan, en ons gemeenschappelijke kennis eigenlijk, jij vertrouwt er wel goed. Ja, als je iets doorsturen, dat is wel echt een topper, die gast. Dat is wel echt een hele goede cameramonteur. En hij zei ook van, ja, Milan is echt een goeie. Dan was ik zo'n... Want ik had ook heel veel andere berichten gehad van, ik doe ook... Toen had ik al veel gedaan, hè. Toen hadden we al 30 video's of zo. Ja. Waar 25 video's. 4 maanden bezig of zo. Toen waren we... Nee, is niet waar. Toen waren we nog geen jaar bezig. Geen jaar, toen waren we, denk ik, een half jaar bezig of zo. Maar niet wekelijks. Jawel, wel wekelijks. We probeerden wekelijks, maar soms lukte dat gewoon niet. Toen moesten we nog zondag. Maar wat jij zo elke week te laat, en dan was er zo één dude in de comments... Die zo altijd bij je. Die had zo. That guy. Die video te laat, die video te laat. Die had dan zo een hele lijst inderdaad geschreven met zo gewoon echt een samenvatting van ik die mij niet aan mijn belofte houdt of zo. Maar dan is Milan erbij gekomen en dat was eigenlijk heel snel. Wat er? It's like an ex-wife. Controle. Maar ik apprecieer het wel. Dat was een comment extra engagement. Voilà. Ik vind dat wel grappig dat je erover begint, want ik denk dat iedereen dat online content maakt, kent dat. Hè. Bij ons is dat ook zo. Dat is eigenlijk het schoonste compliment dat je kunt krijgen, is bijna dat neurotische, bijna streng zijn. Hè. Ja. Bij ons is dat dan middernacht, 12 uur, moet dat online en... Soms zitten wij hier ook zo, dat nog niet aan het processen is, een video van 2 uur. En dat is... Ja, dat is wel echt een stressdag. De dag dat wij posten is altijd een hele stressvolle dag. En mijn vriendin weet dat ook. Die is zo, het is YouTube-dag. alles kan gebeuren, zo. Ken het? Nee. Ik ben nooit bot of zo. Ik ben wel altijd heel lief en vriendelijk. En dat zit gewoon ook in ons, om zo te zijn. Maar zo, ze weet dan dat zo... Het zou kunnen dat we niet samen eten of zo, ken het? Dat zo, ik moet mijn thumbnail maken, hij is dan ondertussen nog aan het uploaden en dan Arno is nog even aan het chillen. En dan... maar dan is dat wel zo van, hele avond is zo een waas. Zo. Ja, er kan van alles gebeuren. En dan meestal, dan post het zo rond 7 uur of zo. En dan ga ik eten en dan... Kijk ik de video met mijn vriendin ook nog eens voor tv. Misschien ook wel van de mensen die luisteren, die ook wel gefascineerd zijn. Maar ook altijd opvalt, Rob, maar dan waarschijnlijk bij uitbreiding jullie alle drie, dat is, jullie zijn enorm zorgvuldig. Hoe dat?
elk storyke is juist. Elk fontje is juist. Er is geen spatieke te veel. Terwijl dat je eigenlijk, denk ik, niet per se minder views zou hebben. Maar je voelt dat er heel veel liefde in de details zit. Ja. Is dat iets dat gewoon jullie karakter is? Of? Dat is echt iets, Milan. Maar ook, maar dat is eigenlijk... wij zijn super... Mij valt dat altijd op, want je kent het. Hè? Je bent een story aan het maken dat, en ineens zitten zo... Ja, toch een spatie. Ja. Het is niet goed gecentreerd. Dat heb ik jullie nog nooit meegemaakt. Maar wij zijn super perfectionistisch in een zin dat... Hij is super perfectionistisch in montage, in muziek, in cuts, in stiltes, alles. En ik ben super perfectionistisch in het verhaal. Zo, dus het zou kunnen dat hij een montage doorstuurt. En dan ga ik echt zo bijna tot op de milliseconde zeggen van oké, daar moet nog een halve seconde langer stilte zijn. Of zo, of daar moet dat zijn, daar moet dat zijn. En in dat die combinatie van zo dat bijna obsessief perfectionisme of zo, dat zorgt ervoor dat altijd wel in orde is. Want als het niet in orde is, dan maar post het niet, godverdomme, het moet fucking kwaliteit zijn. Dan komt je lijst weer. We nemen zoveel fierheid in wat wij doen. Het moet gewoon, beelden in dat die video online staat. En dat daar iets in zit, ik heb dat al met letterlijk frames, dus 1/25ste van een seconde gehad, dat ik dacht, die moet eruit, godverdomme. En als dat dan online staat, hè, en er zit die ene milliseconde zit daar te veel in, dan heb ik zoiets van, ik had die er moeten uithalen. En vooral als er dan nog eens een is die dat opmerkt. Ja. Gebeurt dat? Nee, dat is eigenlijk nog niet echt gebeurd. Dat is echt zo, dat we nu... dat wij echt heel perfectionistisch zijn op dat vlak. En dat... Maar hij excuseert zich soms voor de feedback. Dan zegt hij, sorry dat ik zo moeilijk doe. Dan zeg ik, hey, be my guest. Hè. Ik wil ook dat het goed is. Hè. We willen allebei dat we iets kunnen uploaden waar we allebei fier op zijn. Dat we niet binnen een week denken, ah, damn it, dat had anders moeten of zo. Dus dat werkt gewoon goed. Dat we allebei gewoon... Ja, het moet gewoon goed zijn. Anders dan komt het niet online. Daar komt het op neer. En hebben jullie ook... omdat... Ja, het is fantastisch, hè. Je bent al wekelijks zien groeien. En jullie zijn ook alle drie sterren geworden. Dat is super cool om te zien. Maar ik herinner... wat wij doen, herinner ik me al van, er is ook een druk. Hey, die week, wij hebben dat op een bepaald moment losgelaten, maar wij hadden ook die week de die gast, en het moet meer en meer. Is dat bij jullie ook dat je denkt... Dat kunt ook niet blijven volhouden als je dat... Hebben je daar schrik van? We hebben eigenlijk van in begin al zo eigenlijk in ons hoofd gezegd van, het moet niet elke week een banger zijn. Wij maken heel graag content. Mijn doel vooral van de channel is om een soort van archief te maken die ik later kan herbekijken, waar ik heel fier op ben en waar ik aan mijn kinderen kan laten zien, aan zijn kinderen. Dat moet echt zoiets zijn. Een dagboek. Ja, dat zijn memories die wij aan het opnemen zijn. En moesten wij echt focussen op viraal gaan en alleen maar bigger and better, dan zouden wij niet gaan curlen of dan zouden wij niet gaan... Wat is hier nog allemaal? Curlen, dan moeten we het wel even over. Ja, curling. Of naar een flea market gaan of zo. Of gewoon... in een sekspark vinden. Ja, of random naar Parijs. Zo. Als je dat het voorbereidt op het viraal gaan, dan ga je toch alleen maar teleurgesteld zijn. Want het kan zijn dat je viraal materiaal maakt, maar dat YouTube het gewoon niet pusht als een viraal video. En dan zeg je night. Dus bij ons is het echt... Puur fun. Wij focussen op goede kwaliteit, op leuke... herinneringen en dan monteren we. En hij is letterlijk, ik ben daar vast van overtuigd, een van de beste cameraman en monteurs van Europa. Mm. En het is gewoon een zotte eer dat wij kunnen samenwerken. Hij tilt de content naar zo'n hoog niveau. Door, als je al met twee begon te werken, heel snel door, want je zet dat tot daarvoor, doe je dat allemaal zelf. En nu zit er wel iemand, natuurlijk, gaat al wel door dat je iemand nodig had, omdat het wat te druk en te veel aan het worden was. Maar dan moet er natuurlijk wel iemand toevertrouwen voor die mee in de ploeg te pakken en te zeggen, we gaan zien of het daar mee valt. Hè. Ik had wel heel snel door dat hij heel goed was, maar jij bent ook wel zot gegroeid in een jaar tijd, vind ik. Want de stijl die wij nu hebben, is een stijl die wij gecreëerd hebben samen. Het is niet, dat was zijn stijl ook niet ervoor. Dus dat was zo... Helemaal in het begin met de eerste video hebben we echt zo veel feedback gegeven en van die dingen. En dan, en dan zijn we echt zo gegroeid naar een stijl die goed past. En de hockey video was een van de eerste video's. Dat was de tweede video al. Waar we al zoiets hadden van, dit is zo de goede vibe. Zo. Dit is zo de vlogstijl-achtig. Ik heb van u die snelheid geleerd. Ja. Er is geen rust in de video. Er is rust, maar dan ligt er vingerdik op. Dan is het awkward of dan is het zo...
gewoon een vreemde stilte of zo. Maar voor de rest is dat bam, bam, bam. Ja, of een opbouw van een spanning. Dat je weet, voilà. Dan moet hij iets op doen. Ja. En je zit even met dat moment van... Dat moet je hebben voor een leraar dat je die climax zet. Inderdaad. Met om die hoogtesprong of zo. Ja, voilà. Dat je door het van, ja, na moet het gewoon gebeuren. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad. Maar dat was iets dat ik in het begin wel wat moest leren. Maar vanaf in het tweede zat dat inderdaad al vrij goed. Ja, en maar niet wil zeggen dat we af en toe niet nog zoiets hebben van... Ah, zou we... Allee, ja, die feedback is er elke week. Hè. We checken elke week wat er beter kan. Dus het is niet dat wij, dat wij constant direct met een perfect eindresultaat zitten. Maar we komen wel heel goed overeen in stijl. Dus dat werkt wel goed. Ja. Maar jullie hebben ook gewoon direct geklikt. Hè. Dat was het klikte echt heel goed. Want we hebben echt allebei een hele goede visie van wat we willen doen. Ja. En jij hebt ook op het moment een nieuwe lens gekocht. Ja. En dat was echt crazy, gast. Echt, ja, ja. Ik zweer je, mensen onderschatten de lens, hè. Ja, dat is de curling video. Ja, wacht, zeg van de lens. Goed, we gaan even een pauze. Wat is de lens, zijn lens... Wat is dat? Een 1635 2.8 G Master Sony, man. Oké, dus een hele dure lens, maar wel een hele, goede lens, waardoor dat je... Dat heeft veel... Vertelt jij maar, ik ken niks van lens. We waren in Frankrijk, we waren Pussy gaan bezoeken. Wow. En ik dacht, tja, het is hier zo mooi. Het is echt een echt verhaal. Ik wil meer op beeld. En ik had een vrij wijde lens, maar ik was al lang aan het twijfelen om een nog wijdere lens te kopen. Om nog meer die vloggy stijl gewoon dat echt dichterop te kunnen gaan en zo. En ik heb die op een bepaald moment gekocht. Dat was een heel dure lens, dus dat was wel een investering. Ja, die glaskwaliteit is gewoon waar jij het over hebt. Die kleuren zijn goed en die filter die ervoor is ook nog duurder dan sommige lenzen en zo. Ik weet niet, dat is moeilijk om uit te leggen, maar dat geeft een gevoel. We kunnen nog dichterbij en je zit er nog meer in die video, waardoor je nog meer het gevoel hebt dat je erbij staat of zo. Ja. En ook gewoon de kleur, want mensen denken vaak, een YouTube-video, je filmt dat in full automatisch en je zet daar een LUT op of een filterknop en klaar. Maar Milan gaat letterlijk elk beeld apart gaan color graden. Ja. Anders krijg je hier, hier zie je dat heel goed. Anders krijg je die... Maar no color graden, morgens vroeg. Je lacht, maar als je dat fout color grade, dan ziet heel je gezicht er oranje uit. Maar nu zie je het rode in de lippen. Je ziet, het wit is niet raar. Het grijze komt er goed uit, de huidskleur ziet er gezond uit. Ja. Zo, maar echt, dat is vooral het hardste werk dat ga je daar al net s'morgens vroeg. Als je Arno er zo uit ziet, dan moet je daar aan werken. Man. Oh en mijn ogen zijn open daar. Hè. Dat is het eerste. Nee, maar dat is zo. The Morning Turtle dat Face. Dat is zo'n legendarische video. Dat is echt een goede video. Daar. Vooral ook, vooral ook Pussy. Dat bestaat. Ja. Dat is echt... Dat hebben we toevallig gezien. En die mensen die daar zitten, is dat zo... another one? Of, nee. Die beseffen die dat niet. Eigenlijk niet zo goed. Want we hadden gesproken met een vrouw van zo 80 of zo. Mm-hmm. Wat was haar naam? Ik weet het niet meer. Milijn of zoiets. Ja, Mirijn of... Milijn Pussy. En die... maar die beseften wel dat er zoiets was met het dorp. Omdat die plakaten worden constant gestolen en zo. En die mensen kennen de weg niet meer naar Pussy. En dan snapten ze wel dat zoiets iets was of zo. Ze wist dat door haar man. En ze wist dat pas een maand ervoor of zo. Ja. En zei ze van, ja, onze borden werden de hele tijd gestolen. En ik snapte niet waarom. En mijn man heeft dat dan uitgelegd. Ja. Dan noemen ze het woord vagina niet eens. Maar en nu worden die plakaten echt gemetst. In de muren. Echt zo in een rots. Omdat ze... Maar dus ja, we waren eigenlijk gaan naar Frankrijk gaan om die wakeskate video te doen. En we komen zo aan de plek waar we zo rechts of links moeten afdraaien. Mm. En links was Pussy en rechts was waar we moesten zijn. Wij zo, wow. What the fuck. Ja. Zo, het enige dorp op de wereld dat Pussy heet, is gewoon op 5 kilometer van hier of zo. En dan... Ja, dan moesten we er toch wel eentje aan dedicaten. Dat is wel fantastisch. Zie, dat is gemetst, hè. Dat is echt in de... Ik heb zo'n straat hier, vlak in de buurt, hierachter, de Sudermanstraat. En dat is al jarenlang dat iemand er een P van mocht van die idee. Dus dat je altijd de Sudermanstraat hebt. En dat is al zo vaak dat ik gezien heb dat ze dat bord er terug hebben afgehaald. En gegarandeerd, een week daarna eet er terug een er zo'n P van. Sommige dingen moeten blijven. Dat moet gewoon blijven, ja, absoluut. Bij Pussy's ook. Het was daar echt mooi. Ja, wow. Dat is echt een supermooi. Wat ligt dat ongeveer? Niks mis met Pussy, zeg ik altijd. Waar, sorry? Niet ver van Genève. Ah ja, oké, toch wel. Even. Net in Frankrijk, maar tussen de bergen. Dicht bij Zwitserland, hè. Mm-hmm.
Maar echt fantastisch. Dat was wel echt een mooie ervaring in ons leven. Ja, wat we daar hebben meegemaakt, dat was echt... En dan ook een grappig verhaal daarover. Dus we zijn dan blijven slapen bij een gay-koppel. Mm-hmm. Ze hadden dat ook gezegd. Maar we waren van, ja, oké, cool. Ja. Merci dat we hier mogen blijven slapen en zo. Mm-hmm. En dan daarna stuurde ik je nog een bericht van... Yo, merci dat we mochten blijven slapen. Dat heeft echt goed geholpen voor onze video en zo. En dan stuurde die terug zo... No problem, we were very happy to have 3 sexy boys in our house. Ik zo, oh shit. Maar dat waren wel echt legends. Maar dat waren wel echt legends. Echt legends Die hebben ook niet raar gedaan. Of nee, die hebben echt niet raar gedaan. Want toen die dat stuurde, was ik zo... Ja, dat was oef, wel grappig. Dat was raar. We hebben zelf een moment gehad in de avond waar we gezegd hebben van, we stoppen met filmen. Ja. En we genieten gewoon van het moment. Ja. Want het avondtje daar was gewoon met kaarsen in zo'n huis. Dat is kei mooi, ja. Als je zoiets ontdoen bent, want dat vind ik wel cool, als je de Jackass-stunten en dat soort dingen doet, er is een soort YouTube-geschiedenis. Maar op dat moment zat ik gewoon een reportage ontmaken. Ze hebben al human interest aan het draaien. Hoe cool is dat gevoel dat je eigenlijk vertrekt vanuit een we zullen wel zien en op al moment ze er gewoon schoon een tv aan het maken. Ja, ik herinner me dat we op een bepaald moment zeiden, het leuke is dat wij weten niet wat er zoiets gaat gebeuren. En de mensen die nu aan het kijken zijn, beleven het samen met ons. Ja. En dat maakte het zo zot gewoon dat wij niet wisten van waar gaan we zoiets belanden. Wij wouden naar daar gaan en de mogelijkheid, proberen om een hotel te vinden daar. Of om op restaurant te gaan. Er waren geen hotels, want het was een gat in the middle of nowhere. En een restaurant, dat was alleen open voor de mensen die in een herberg daar waren. Yeah. En dus wij komen daar die mensen tegen en alles dat je hier ziet, die video, is hoe dat wij dat ervaren hebben. Dat is gewoon, ik zat te filmen en wij waren ondertussen gewoon aan het babbelen met die mensen daar. En de rest is gewoon gebeurd zoals je het ziet in de video. Dus ja, dat is een heel gekke ervaring. Het is wel heel grappig dat twee gay guys zeggen, there's no way I'm gonna buy a house in pussy. Yeah. Dat is ook echt zo goed. Want really? Gewoon bij daar wonen? Ja. Dat is zo, maar het ding is, want ik hoor direct als jullie erover praten, dat zoiets is dat een enorm grave herinnering voor jullie is. Terwijl dat je wel zou zeggen, als je veel van je video's ziet, van amai, dat zijn veel zottere dingen. Wat maakte dat dan zo bijzonder? Waarom had het door dat je daar iets aan het maken wordt, dat je zegt van ja, dat is toch anders en toch cool. Het dan ding niet is... in controle ook gewoon. Ja, maar dat we eigenlijk nooit echt, maar nu waren we niet echt aan opbouwen naar een einddoel of zo. Normaal gezien, als ze een sport doen, is dat ze van, oké, we gaan leren cyclocrossen. En op het einde weten we, er gaat een wedstrijd zijn tussen Arno en ik. Ja. En wie dat wint. Zo, ja. Voilà, dat is het. En dat is een hele opbouw. En je weet, binnen 2 uur is het gefilmd en je weet het. Maar hier was dat zo van, oké, we komen toe in pussy. En het is meer een soort van... Ja. Sorry. Maar het is zo... Ja, het is meer een ervaring. En dat is net het leuke. En dat is zo die human interest. En smaakt er dan nog meer? Ja, smaakte sowieso. Dat naar meer? Is dat een... You naughty, naughty. Nee, sowieso. Ik denk dat wij willen eigenlijk niet onze Did content... Did you get the taste for more pussy? Sowieso. Misschien moeten we naar Dick gaan. Stel dat voor. Dat is ergens in Amerika. Fucking is ook nog eens. Dat is niet fucking geworden. Zoals wij zijn langs geweest en die hebben het daar gecheckt. Ik weet dat we vroeger op tour waren. Dat was ook zo het cliché. Als je met Amerikaanse bands op tour waart en die waren in Duitsland en er was een afrit en er stond Ausfahrt. Dat was echt tranen. Ah, ja. Zo elke keer. Tuurlijk. Ja. Dat weet al op voorhand. Dat zijn van die dingen. Ik denk... Om uw vraag nog verder aan te vullen, wat dat deze zot maakt, is dat de random ervaring gewoon. Ja. Gewoon wij waren ook een beetje in vakantiemodus op dat moment, want wij hadden al een video gefilmd, we hadden de Wakeskate video gefilmd, en we dachten daarna, we gaan gewoon nog een beetje vloggen. Eerst waren we dan naar de Leg even uit wat de Wakeskate video is, voor mensen die met alles mee zijn. Dus Wakeskate is eigenlijk skateboarden, maar op water. Dus nu denk je waarschijnlijk aan, dat is wakeboarden, maar dat is niet wakeboarden. Wakeboarden is meer zo... met je voeten vast op een plank. En wakeskate is echt... Je gaat er met je skateschoenen op. Ja. Je hebt grip op je plank. En die doen ook zo kickflips en zo. Ja, ja. Zoals je kunt zien in de video. Maar die gast is een wereldkampioen in het wakeskaten. Mm. En dat was zo'n legend. En dat is zo moeilijk om dat te doen. Ja. Maar dus daar, we zijn naar daar gegaan voor die video te maken. Dus we hebben 9 uur gereden heen en 9 uur terug voor die video.
En dan dacht van, ja, bon, we zijn hier, we hebben net 18, allez, we gaan in totaal 18 uur onderweg zijn. Ja. Kunnen we even gewoon nog een tweede dag gaan filmen en dan zijn we naar Pussy gegaan. Dus dat was zo wat ja. Het is ding, altijd goed wat je het zegt, hè. Ja, Pussy. Dan zijn we op Pussy geweest, ja, tuurlijk. Het is al bijna normaal om het te zeggen, maar we mogen niet vergeten wat voor legendaar. Ook zalig als je dan uw Instagram location kunt ingrijzen. Ja. Where are you now? I'm in Pussy. Where are you? En als het, for real is, hè, als het geen clickbait is, dat is het beste. Ja. Even over, dat is misschien wel een vraag voor over alle video's en zo. Dat is een wereldster dat je niet kent, maar je hebt ondertussen ook al wel wereldsterren gehad die iedereen kent, van Van der Poel tot Roy Duivels. Hoe legde dat contact? Ik neem aan dat het nu makkelijker is, maar dat was niet altijd makkelijk. De Mathieu van der Poel is... hoe is dat eerste contact gekomen? Ik denk dat die wel al wist wie dat ik was door de humorfilmpjes, door die sketches dat we deden. Want we zagen wel dat hij onze sketches likte op Facebook, maar dat is echt wel 5-6 jaar geleden. En dan, gewoon eens via DM, had ik gezien dat hij Fortnite speelde. Dat ik zo dacht, ah, kom, we gaan eens een paar games spelen. Mm. En dan zo beginnen Fortnite samen. En dan altijd, bijna altijd als ik daarmee speel, was ik zo, ah, moet hij een video samen maken en zo. En hij was wel show. Maar ja, die gast is mega druk bezig, dus het moment was nooit juist of zo. Mm. En dan nu, voor het cyclocross-seizoen begon, of zijn seizoen alleszins, had hij 1 week waar hij iets kon doen. Want hij kwam dan net terug van stage en dan ging hij pas dus hij kwam maandag toe of zo. En dan de zaterdag ging hij zijn eerste wedstrijd doen. Mm. En de dinsdag hebben we deze video gefilmd en dan hadden we gewoon even 2 uur tijd met hem. En dan, de mooiste dag ooit. De mooiste dag ooit. Als je die... dat is prachtig. Ja. En dan, maar ja, dat begint eigenlijk altijd met een DM, ja, een berichtje. Ja, Fortnite is echt grappig hoe dat... Ja, Fortnite is echt... Je speelt Fortnite met Kevin De Bruyne, hè? Ik heb een paar keer met Kevin De Bruyne gespeeld, maar dat is... Dat is het zalige aan gamen. Zeg jij ook een gamer? Ja, maar geen online gamer. Dus ik speel zo wat van die spelletjes, maar dat is altijd gewoon... Bij mezelf. Ik kan zo slecht tegen mijn verliezen. Ik kan met andere mensen gaan spelen, want daar maak ik vriendschappen, zelfs met mensen die ik niet ken, compleet mee kan. Ah, maar dus, dat is het leuke aan online gamen, is dat je wel echt heel goed bevriend kunt geraken met mensen die je niet kent. Ja. Zo, ik ken sommige mensen waarmee ik heel veel game, ken ik alleen maar van hun gamenaam. Ja. Dus dat is zo... Dragon Slayer 83 is zo... ik was daar net aan het gamen met Dragon Slayer. Zo. Dan moet mijn vriendin echt zo zeggen, tof. Nee, tof. Maar zo, dat is het leuke. Is zo, gamen brengt echt mensen heel dichtbij op een vriendschappelijk niveau, zonder dat prestige of zo daar iets mee te maken heeft. Bijvoorbeeld zo een Kevin De Bruyne of een Mathieu van der Poel. Je kunt daar heel persoonlijk... bevriend mee worden, gewoon door daarmee samen te spelen, door op elkaar te moeten rekenen. Zo, ken het. Hij gaat aanvallen, bij Fortnite, hij wordt genokt, dus hij is dood. Ja, dan is het wel aan nu om die te gaan redden, zo, ken het. En ja. Die band, het feit dat je iemand moet gaan redden en dat je iemand bijvoorbeeld kogels geeft of weet ik veel wat, en dat je kunt babbelen tegelijkertijd en dat je echt op elkaar moet rekenen, dat creëert echt een vriendschap, dat is echt waar, want ik game ook echt met heel veel mensen die fan zijn van wat ik maak en die ik nog nooit heb ontmoet, maar waar ik wel echt regelmatig mee game, omdat je daar... Je creëert er echt een band mee. Wat is het appeal van Fortnite eigenlijk? Waarom is dat zo'n cool spel? Ik vind het leuk, omdat dat een battle royale is. Dus je dropt in met 100 op 1 eiland. En maakt elkaar allemaal kapot? Of je kunt eigenlijk kiezen. Of is het teams soms? Het is ofwel zeg je solo's aan het spelen, dus dan is dat 100 tegen elkaar. Ofwel speelt je duo's, dan is dat 50 teams van 2 tegen elkaar. Ofwel squads of trio's, dat kan ook. Mm-hmm. En dan de laatste... die overleeft, wint. Dat is eigenlijk, het is heel basic, maar wat dat Fortnite ook nice maakt en wat dat het nieuwe Warzone maakt, of weet ik veel wat, is dat je kunt bouwen. Dus je kunt bomen hakken en dan krijg je de hout. Je kunt steen hakken en dan krijg je de steen. Dus het is ook een klein beetje zo Minecraft. Ja, ja, het is eigenlijk Het is een mix tussen Minecraft en Call of Duty of zo. Ja. En het is heel tof, want het is in ons huis sinds vorige week mijn dochterke begonnen per 7 op Fortnite. Ah, echt? Ja, dat is wel tof. En dat was een super Minecraft. Daar was ze helemaal mee. En die vindt dat ook fantastisch. Want dat is ook wel... Het is eigenlijk een hard spel, maar het is...
redelijk lief getekend. Mm-hmm. Ja, dat is heel gemaakt. Oh, dat is niet erg. Dat is wel met een piek, hou heel iemand zijn kop in, basje, maar... Maar er is geen bloed of zo. Nee. Als iemand schiet, als iemand in zijn hoofd schiet, is het gewoon een getal. Wow. Ja. Oh, 83, boom. En dan is dat, niet zo, hoofd ontploft. Ze zegt zo meer zo, oh, ik heb hem damage gemaakt. Het is niet dat je zo zombies aan het kapot schiet. Nee. Gruwelijke... Nee, maar het is wel cool dat je het vertelt, want het valt wel echt op hoe... je kunt alles in video faken, maar je ziet, die hebben een tijd van hun leven, hè. Die supersterren. Ja. Die Mathieu van der Poel, die amuseert zich echt. Ja, maar dat is, dat is iets wat wij ook op focussen, is... Wij willen eigenlijk zo weinig mogelijk opnieuw doen. Wij willen dat alles van de eerste keer goed is, en dat is heel makkelijk... Je begint gewoon te filmen en je stopt niet meer filmen. En dat is eigenlijk zo wat de vibe waar wij voor gaan. Dat bijvoorbeeld. Ja. Dat stukje. Ik was net beginnen filmen, omdat hij ergens naartoe ging gaan. Ik denk dat we dan 3 seconden daartussen niet gefilmd hadden, maar voor de rest staat alles op beeld. Ja. En dat zijn die momenten dat, als je dingen begint te plannen, ga jij nu staan daar en ik ga dan beginnen filmen, dan heb je dat. Ja. Nee. Je hebt dat nodig, hè. Dat zijn de dingen die je gewoon maken. Ja. En het leuke is ook... was dat eigenlijk, van zo bergaf te gaan op zo, want dat is... Dat is wel sketchy. Dat is een waanzinnige... Want dat zijn toch echt dingen dat je het doet, hè. Een van de enige dingen dat ik bijvoorbeeld heb gezien, dat je het geprobeerd, dat niet lukte, was zo die een backflip met Met jetski, ja. Dat je er ook in dat water zit en dat je ook merkt van... Ja, ik voelde al bijna hoe koud dat daar was. Ja, dat was hoe hard dat jij dat zei. Dat was afschuwelijk. Of je doet dit, hè. Je doet dat soort dingen. Ja, je gaat wel dingen doen die je nog nooit niet hebt gedaan, eigenlijk. Ja, hè? Ja. Want jullie zijn wel bovennatuurlijk aangelegd met sporten. Hè? Je kunt wel veel meer dan dat veel mensen zouden kunnen. Maar dat wil nog altijd niet zeggen dat gevaar daar niet zit. Dat serieus kan mislopen. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk het ding met, is heel vaak bij van die sporten, is dat je doet het meeste pijn als je twijfelt. Ja. Als je zo denkt van, ga ik het doen of niet? Zo, ken het zo, een backflip of een fiets of zo. Ja. Als je niet commit en je laat je fiets los, dan doet je pijn. En dat is vaak wat die pro's ook zeggen is, laat die fiets niet los. Zo, ik heb ook een backflip gedaan met een motocross. Ja. Dat is zo, laat die motocross niet los. Dat is de enige regel dat je hebt. Laat het niet los, hetzelfde met de jetski. Als je het loslaat, dat valt op je kop. We gaan nu moeten uitvissen. Zo. Het feit dat ze dat zeggen, zit echt gewoon zo. Ja. Je zegt zo. En je kunt bijna niet meer functioneren, omdat je zo... Ik mag echt niet loslaten. Ja. Zo, ken je? Maar dat is ook zijn duim ook gebroken. Ja, dat is de eerste video waar de pro zich blesseert. Ja, hij heeft zijn duim gebroken. Moest er echt een pin in laten. Duim en pols. Ja. Ja. Dat was gestoord, het jammer deed. Maar dat is eigenlijk het ding, hè. Gewoon committen. En het feit dat er gefilmd wordt, zorgt ervoor dat je veel harder commit. Ja. Want moesten wij deze zonder camera doen, ik zou nooit mijn leven riskeren voor iets dat niet gefilmd wordt. Je zag dat ook al met kleine dingen, hè. Als je zo dat parcours ding deed, je moest gewoon die sprong al maken van dat één stukje naar die bank. Ja. En dat je ook weet van elke keer, hè. Je zegt het ook een paar keer van shit, I'm pushing out. Ja, voordat ik moet springen, zeg ik eigenlijk al, ik kon er niet geraken, dus dan heb ik het ook niet. Dus ja, zo, dat, ik vind dat toch wel... Ja, omdat je, als je op zo'n fiets stapt met die Mathieu van der Poel en je zegt, allee, we gaan hier barig af. Yeah. Dan moet je toch dat moment hebben dat je denkt, deze kan op 1001 manieren verkeerd gaan. Maar ik denk altijd, het is een win-win. Als ik op mijn bek ga, ik breek mijn sleutelbeen bijvoorbeeld, dat is nog altijd goede content. Ik ben zo van, kunt je ervan sterven? Waarschijnlijk niet. Ja. De kans is heel klein dat je van sterft. Ja, goede content. Ja. Zo de allerlaatste average Rob. Arno, heb jij dat ook, dat gevoel? Van wat dan? Want jij moet mee, hè? Dat is ook het leuke, de dynamiek is ook wel van, je kunt niet onderdoen, hè? Dat is mijn broer, hè. Ik moet dat beter doen dan hem. Ik heb geen andere keuze. Deden jullie dat ook als het off-camera is? Maar wij zijn altijd gewoon geweest in onze familie. Wij zijn altijd wel competitief geweest, maar Arno was heel lang heel jong, omdat hij er 7 jaar tussen is. Ja, dus het is tuurlijk pas nu eigenlijk, sinds dat we YouTube zijn begonnen, dat Arno eigenlijk op een leeftijd is waar dat wij kunnen concurreren met elkaar. Want daarvoor was ik sterker. Ik had al veel meer ervaring, veel dinges. En Arno was eigenlijk zo een jonkie van 15, 16. Ik heb die kist tegen zijn hoofd en het was gedaan. Zo ken het zo. Ja. Maar nu is hij beast.
Ja. Dus ik ga, dat gaat niet meer. Zo. Dus nu, zijn we echt aan elkaar gewaagd. Zo. Nu is het echt zo... Het is spannend gewoon. Ja, want helemaal in het begin, ik dacht echt, Arno, die kan eigenlijk niet goed sporten. Allee, zo, ik wist dat hij kon voetballen en zo, maar ik dacht, ja, allemaal andere dingen. Mm-hmm. Zo bijvoorbeeld met parcours, dat hij opeens een backflip doet tegen de muur. Ik was echt zo... Ja, ja. Huh, what the fuck? Hoe wou... En ook random in wakeskate landt een kickflip. Ja, ja. Nog nooit geskate. Kickflip, hè? Nooit geskate, hè? Ja. Dat is zot, ja. Dat is wel dus, maar nu is er echt meer... Nu staan we echt een soort van gelijke niveau, waar dat we echt zo kunnen vechten voor zo... Oké, wie is de beste? Dat is ook heel schoon om te zien, dat je met twee zo met je spannende zwembroekjes... Ja. Op die duikplanken stond. Ja. Zo, dat je echt... En dat je dan mekaars kont aan het complimenteren. Gelukkig, buiten het feit dat je een heel atletische, zit je dan ook fysiek... Funny om naar te kijken. Ja. Jullie zijn zo twee. Jullie net een achteruitstekende kont. Ja. Jullie doen heel veel van die beetje gorilla-achtige moves. Ja. Alle enorm. Dat is ook iets. Je ziet tegelijkertijd twee gasten waar je van denkt, ja, dat zijn fysieke specimens. Maar dat zijn ook zo twee van die. Gelukkig net zo'n foempige loop en dat direct funny mocht. Maar we zijn ook super klein en dan zo... En giechelen met twee. Ja, giechelen. Ja, ja. Jullie hebben zo dat twee, dat ding als jullie met twee zo... Dan nerveus lachen. Ziet je ernaar staan. Zo. Ik, dus, heb één shot van in de zeemermin-video. Dat we hebben. Oké. How to be a mermaid. Ja, anyway. Dat is echt tof. Ja, echt. Er is één shot in dat Rob iets doet. En ik moet daarmee lachen. En hij lacht met mijn lach, en ik lach terug met zijn lach. En zo is dat zo... Je hebt zo 20 seconden of zo dat wij lachen met elkaar. Ik weet niet of dat in de video zit, maar... Dat is echt dat is een toffe video. Ook altijd voorbij lachen. Komen met een half blote reet. Ja. Maar een raam is altijd goed, hè. Met zo kinderen die zo naar de vissen aan het kijken zijn. Ja. Nou, er zit ook zoiets... Misschien zie ik het ook te ver, hè. Maar er is zo'n bepaald soort American College humor ding. Was dat of niet? Zo dat shotgunnen van pintjes en zo. Van ja, zo die... dat, ook dat. Golf. In de look. Ook altijd dat dingetje dat we doen. Het is bijna een Amerikaanse komische film uit de jaren 80. Sporren in die kleuren passen. Je ook op elkaar gat kloppen en zo. Ja. Zo dat. Ja. Ja. Locker room. Zo. Allebei gewoon zo 12 jaar als we bij elkaar Maar dat is en het als we zo hyped worden, dan giechelen wij de hele tijd en dan zijn we zo... Wij doen zo'n leuke dingen. Het is zo moeilijk om niet blij te worden van... Allee... Mm-hmm. Je moet je even inbellen. Moet iemand je vragen, heb je zin om eens een zeemermin te zijn in een van de grootste vistanken van België? Ja, maar je kunt er toch niet ongelukkig van worden als je daarnaar... Dat is echt zalig. Als je die kans zou krijgen. Dat is toch hoe voelde fantastisch. Dat? Hoe voelde dat pak eigenlijk? Sorry. Dat was echt zalig. Ik wil even stoppen, maar deze was de beste zin van de dag. Ik heb de kans gekregen om een zeemeermin te zijn. En ik had zoiets, ja, inderdaad, hoe kun je daar niet gelukkig van worden? Ja, tuurlijk. Dat is te goed. Dat is echt oprecht geluk. Op dat moment, deze pauze, ga je echt oprecht geluk. Maar dat is eigenlijk in elke video dat we maken, zijn wij... oprecht gelukkig. Want dat zijn... Wij doen alleen maar dingen die wij echt graag willen doen. Dat is eigenlijk het hele... Het toffe aan ons project is dat... Wij doen alleen maar dingen die we heel graag willen doen. Mm-hmm. Met mensen die heel goed zijn in wat dat wij willen doen. Maar Milan, even tussen nachtjes, want dat is een b-roll dat mensen niet zien. Want jij was er toen al bij, hè? Die video? Deze video. Ja. Dus guys, wat is eigenlijk... Wat zien die dan? Dus zit jij ook in een zwembroek of heb je een jogging aan? Of ja, ik denk vanaf. Als we op een veld zijn, dan heb ik wel voetbalschoenen aan en een joggingbroek. Huh? Maar hier, nee. Ik had ook een zeemeermin. Nee. Ik was gewoon niet meer. Maar dat is eigenlijk een zot berg afvliegt op een fiets. Dan zit jij eigenlijk op een fiets ernaast. Ik sta daarnaast, maar ik vind het ook niet erg als dat tegen mij zou rijden of zo, weet je? Het shot gaat boven alles. Ja. Allee, maar als je zo'n enorme snelheid bergaf haalt, dan moet je toch... Ja, maar dan loop ik mee. Ik loop ernaast. Dus jij loopt ernaast. Ik loop ernaast. Dan loopt jij redelijk rap, want als ik die eens kan, dan denk ik wel van dat je dat moet bijhouden, dan zul je wel aan het sprinten. Maar Milan heeft een marathon gelopen in Parijs, hè. Ja, dat was maar niet zo snel. Maar ja, maar wel 42 kilometer. Gast. Als ik 42 kilometer moet fietsen, ben ik echt kapot. Hè. Ik was bijna aan het blijten op het einde. Ja, we zijn hem gaan bezoeken in Parijs. Is er ook een video van of is dat enkel online? Dat is de Come Forest met Bois de la Baize. Come Forest is fantastisch. Visiting a sex forest in Paris. What the fuck? Dat is zo zot. En dat is ook weer random. Dat is ook weer random dat we hebben gevonden. Want wij zeiden tegen hem van... Gast,
toen je aan het lopen waren, zijn we door een bos gegaan. Ja. Daar zaten zoveel condooms. En zo, ja, ja. Maar ja. Je hebt een idee van, ah, er zullen wel een paar condooms zijn. Ik zo, nee, echt, je zag het gras niet meer. Ja. Dat was echt puur... Zo precies. Ik vind het ook al gestoord dat je daar gaat staan en dat je dan weet dat je zo staat op de condomen van zo 5000 andere mannen. Ja. We gaan het toch ook daar doen. Ja. Mensen die mogelijk de cure voor kanker uitvinden en zo, liggen daar op de grond, dood. Ja. 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 Dat was zo zot. Dat was echt, dat was echt zo chockerend, maar ja, funny of zo. Ja, tegelijkertijd. En wij kwamen daaraan eerst in dat bos. En ik had dan gezien, want het pad waarop ik liep was uiteraard proper. Dat gaan ze natuurlijk niet. Dat ze uitglijden op zo'n cum zo. Ja, ja. En die gasten zo, nee, wacht. You're a rounding cum corner. We kwamen daaraan en er lag niks. Ja. En ik zo, ah ja, daar liggen er wel een paar. Nee, Milan, wacht. Het wordt echt nog beter. Zo aan het zoeken, we vinden het niet. En ik zag zo dingen bij jullie van dat jullie precies een UFO hadden gezien en dat ik het niet geloofde of zo. Yeah. Jawel, we lopen nog wat verder. En dan kwam mij dat aan op die spot waar al die condooms lagen. En dan dacht ik ook echt, wat is deze? Dus dat lag daar overal gewoon rond. Dat was een pad vol met condooms en met pakjes. Dat was ongeloof gewoon. Dat was, en je zag ook bij welke boom welke positie was. Dat was echt ongelooflijk. Je had zo verschillende bomen met zo verschillende curves en zo. Ja. De schors was zo helemaal kapot weg. En zo. Ja. En je had zo echt zo een cirkeltje. Zo struiken er rond. Zo. Dat is waarschijnlijk daarom dat ze er dan altijd terug in gaan. Dat zo blijkbaar zetten ze daar zo een tentje rond. Dat is dan zo, ze hangen daar een soort van tent tegen die bomen. Ja. Dan klappen ze dat open. Of, allee, dat zal dan niet hier zijn, dat zal dan wel hier zijn. Dan kun je misschien nog een buur zien of zo. Als je Maar dat is, blijkbaar is daar een speler van PSG ook beroofd en zo. Hè. Ja. Die wou daar ook gaan poepen. Ja. Maar je mocht daar echt niet s'nachts naartoe gaan. Dat is echt heel gevaarlijk, denk ik. Ja. Ik kwam wel één schoon moment ertussen, maar ik had het er net. Dat was, dit vond ik wel tof. Helemaal in het begin. Vriendschappelijk, de Milan die ontlopen is. Wacht, hè. Ja, dat is nog terug. Dat is echt een van de eerste dingen na de teaser. Ja, dat ga zo, zo helemaal... Ja. Vlak daarvoor. Want jij zat er wel door, hè. Nee, ik zat er niet door. Ik was gewoon aan het blijten van geluk. Daar kwam het op. Maar ook inbeelden. Je zei kapot moe. Je hebt net 42 kilometer gelopen. En daar staan 6 van je goede maten staan daar gewoon te wachten op je. Full support. Ja. Ik werd er super emotioneel van toen ik je zag. Ik dacht zo... Wauw, ik zou echt niet meer kunnen lopen van... Hoe lang heb je erover gelopen? Hoe lang duurde dat? Veel te lang. Dat is veel te lang. 4 uur, 18 of zo. Bij mij zou dat 2 weken zijn. Relax. Maar dat is gewoon zo... Het voorbije half jaar voor dat punt, alles in mijn leven was, als ik die marathon niet kan lopen, is mijn leven gedaan. Dus ik moest die finishen, al kroop ik over die finish. En om dan daaraan te komen en te zien dat je beste maten daar, zoals gezegd, gewoon staan te supporteren. Kom aan, let's go. Je breekt gewoon. Dat is echt, dat is echt te zot voor woorden. Ja. Ja. Wat vond je van al de dingen die je tot hiertoe al gedaan hebt, wat vond je het zwaarste om te doen? Wat vond je het angstaanjagendste om te doen? En wat vond je het coolste om te doen? Het zwaarste. Was een bijl tegen uw kop krijgen met een ellebos. Was dat een pijnlijke zaak? Dat was een eng moment. Oh, dat moment was ook omdat... met die van mee is zo iets dat je zo af en toe zo op YouTube ziet passeren als je er al te lang op zit. Zo. Ja. Dat is zo de YouTube Inception. Zo. Dat ken is like down the rabbit holes. Ja, exact dat. The dream inside the dream. Exact dat. En je denkt van, what the fuck is dat eigenlijk? Zo. Ja. Dat is zo A Night's Tale, maar in 2020. En zo, je ziet die mensen met zwaarden, met hakbijlen op elkaars hoofd slagen. En je denkt iets van, maar... Ja. Waar doen mensen dat? Of wie organiseert zo'n shit? Zo? En dan had ik daar eigenlijk heel lang naar gezocht, naar iemand die dat deed. En dan had ik uiteindelijk zo die dude gevonden die in die video meespeelt, die zo 2,5 meter groot is, 300 kilo weegt en een monster is in de scene ook. Die is echt zo bekend voor zijn bruutheid in de scene. En we hadden gewoon even testen van, oké, hoe voelt dat eigenlijk? En hij begon eigenlijk zo eerst met zo'n klein bijltje en dan mijn zwaard. En dan uiteindelijk ging hij dan over naar zo... Hoe noemde dat zwaard? Of hoe noemde zijn bijl? Mercy of zoiets. Ja. Echt zo'n typische naam. Ja, Mercy. Ja. No Mercy of iets in die aard. Ja. En hij slaagt zo in mijn nek.
Maar ik voelde niets kraken zo. En ik dacht van, die gast heeft mijn nek gebroken. Zo. Die, ja. Dat was echt zo. Ah. En dat was echt zo. En ik wilde echt zo. Ik wilde echt zo. Maar Kenneth. Daar straks vroeg aan mij: is er een moment geweest dat jullie moesten pauzeren? Omdat je te hard moest lachen? Dat moment? Dat we net gezien hebben. Dat is dat moment. Ja, zo, toen heb jij gepauzeerd, of wat? Ja. Ik kon niet meer. Ik kon echt niet meer. Want die doet ook wel, die geeft dan, die swingt, hè. Ding! Ja, dat is maar dat echt... je luid erbij, hè. Ja. En dan zei ik, ah, fuck, mijn nek. En dat was omdat dat echt gekraakt had. En ik dacht, ken het zo het moment dat eigenlijk je lichaam nog perfect marcheert op adrenaline? Maar dat je weet van, daarna ga ik echt, dan is dat misschien gebroken of zo. Je zou eigenlijk zijn stem moeten horen. Ja. Wat was er uiteindelijk? Heb je er iets van overgehouden, ja, of niet? Super zuur. Stijf. Ja, super stijf. Ja, ja. Maar echt 2 weken lang. Ja, 2 weken of zo. Echt pijn gehad. Ja. En dan... Ach, maar die klank is te nek. Goed van dat ding. En dan daarna, dat scheelt nog, hè. Ja, ja. Nee, maar je wordt doof in die, in dat ding, hè. Van die klit. Ja. Ah, voilà. Ah, Stefan, maar hier, wacht. Ah, de shield is also... That the shield is also a weapon. Dat is ook te goed. Dat is ook te goed, deze. Dong! Ja, ja. Dat was echt... Dat is echt... Ja, dat was gestoord. Want daar dacht ik dus echt dat hij mijn nek had gebroken. Ja, gast. Ja. Ja, want die rokt u ook met een onderkant van dat schild. Ja, en hij was al half knock out. Dat is echt een onderkant en die rapt eigenlijk tegen uw kop. Waren er toen even niet graag bij? Was dat even zo dat... Nee. Ik ben altijd super graag bij. En ik wist op dat moment ook dat dat goede content was. Dus ik was zo van... Dat hoort er gewoon bij. En zo die reactie, dat is ook echt... En past ook. Dus, maar dat moment echt... Ik had echt schrik. Zo, ja. En er is eigenlijk nog een moment geweest... Er zijn 3 momenten geweest dat ik echt schrik had van... Oei, nu heb ik zo me echt heel veel pijn gedaan. En dat was met dinges, met de nek nu. Dat was met Nina Derwaal, met de teen. Ja. Ja, ja. En dan met... Weekborden. Bij mijn ribben gebroken. En dan dinges met de mountainbike downhill. Wow, dat is zo hard op je bakjes gegaan. Wow, joh, dat was echt zo... Amai. Ja, daar ben ik echt heel hard op mijn bek gegaan. Rugby was jij toch ook? Ah, en bij rugby dacht ik... Ah, ja. Rugby dacht ik dat ik een hartstilstand ging krijgen. Omdat ik gedesitrat... Ik had de hele dag niet gegeten. Ja. Zo'n raar shit. Ja, hier... Je taal viel gewoon uit elkaar. Ja, ik dacht echt... Ik ben hier... Ik ben echt een hartstilstand aan het krijgen, dacht ik, op dat moment. Ze hadden een challenge, de Bell 7 challenge heet eraan. Dat is eigenlijk, als je dat doet... Dan kun je zien of je mee zou kunnen met het vrouwenteam van de Rugby Sevens. Ja, 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 ja. En ze zeiden, oh, doe dat, we gaan dat allemaal doen. En niemand wou meedoen. Dus we wisten al, ah, hier klopt dit niet. Ja. Ze zeiden, wel, kom, doe allemaal mee. Niemand wou meedoen. Uiteindelijk toch een paar mensen gevonden. Ook een paar rookies die het ook nog moesten doen. Ja, ja, En dat was zo killend gewoon. Dat wat moesten doen eigenlijk? Gewoon dat zo'n soort van beeptest. Ja, een suicide ding is, maar dubbel. Dus je loopt eigenlijk... Dus je had 4 lijnen tot op 80 meter, denk ik. En moest eerst naar de 20, dan naar de 40, dan naar de 60, dan naar de 80, dan naar de 60, dan naar de 40, dan naar de 20 en dan einde. Ja. Of iets in die aard. Het kan zijn dat dat iets korter was, hè. Ja. Maar dat was zo... Allee, natuurlijk, het was Arno tegen ik weer, dus ik ken het weer zo dat... Je geeft niet op. Donkerrood gaan en gewoon echt zo... Ik ga hier sterven om te winnen, zo, ken het. Ja. En, dat is gewoon een kiné op het veld, hè. Ja. Dus ik win dat, maar ik had... Hele dag lang eigenlijk niks gegeten en niks gedronken, maar puur omdat ik dat vergeten was of zo. Dus het moment dat ik toekom en ik compleet kapot, totaal gedeshydrateerd, geen energie meer, dus ik had ook zo spaghetti legs en zo. En dan heb ik in 1 keer heb ik zo 1,5 liter water gedronken of zo, omdat ik dorst had. En dan is mijn lichaam echt zo super raar beginnen doen. Ik denk dat 2 minuten zit of zo. Ja, ik was echt niet goed. Ik zei dat ook tegen hem, ik voel me echt niet goed, ik ben echt niet goed. En tegen Arno ook zo, het gaat echt niet goed, ik voel me echt raar en zo. En ik werd helemaal bleek en zo. Moet je rare shit te zeggen. Ja. Ik heb daar ook beelden dat je tegen hem aan het babbelen bent, zo met een stoel gaan halen en dat hij gewoon zo naar mij kijkt. Ik wil kotsen, denk ik. Ja. Een stoel pakken. Maar ik voel me echt niet goed. Ja. dat hij niet reageerde op niks wat ik zei. Jij was echt... Jij snapte het spel ook gewoon niet meer. Nee, zo, ik wist defense, niet meer. Je moet naar daar en jij zo, wat ben ik? Wat is defense? Wat moet ik dan doen? Dat was echt precies zo'n kortsluiting naar mijn hersenen of zo. Ja. En dan echt gewoon keihard gekotst.
Maar als jij, maar niet vergeten, er is nog altijd comedy bij. Allee, ik bedoel, het is niet. Dan zijn je altijd wel helder genoeg, of is dat gewoon hetgeen dat dan random uit uw mond komt? Op dat moment weet ik ook wel dat dat nog wel goede content is. Is want, Arno, juist hetzelfde. Hè. Je zit wel 100% te gaan, maar ondertussen gaan we altijd wel. Want je zit niet aan het spelen, maar je weet wel wat werkt of zo. Ja, we zijn wel. Ja. Maar dat is gewoon omdat wij graag mensen doen lachen. En dat, zo, ja. Dat zit in ons om zo dat entertainende te hebben en er iets mee te doen. En ja, als dat in het kotsen is, dan. Want ik weet nog. Ik voel mij heel slecht. En hij voelde zich zo schuldig dat hij aan het filmen was, omdat ik zo echt. Ja. Heel, zie, daar zijn de regels zo, 60, 40, 20, zo. Ja. En hij was niet aan het filmen. En voordat ik ging kotsen, zei ik, Milan aan het filmen, want ik moet echt kotsen. Dus ik was echt zo bezig van, oké, we hebben dit nodig, zo. We gaan dit nodig hebben voor de video, om het zo de sterkte te geven dat het nodig heeft, of zo. We zaten er wel echt in toen, want dat was, denk ik, de enige moment dat ik echt zoiets had van, dit weet ik niet of ik dat wil filmen. Ja. Want nu zou ik dat uiteraard wel filmen, maar dat was, dat was in de zomer ergens. En dan had ik ook wel zoiets van, het komt toch wel in orde mee of zo. Allee, maar ik was echt niet was echt niet slecht, goed. Hè. Ik was echt niet goed. Ja. Ik had het direct zien. Dat is het einde van de challenge al. Het is nog 1 minuut en een half verder of zo. Ja. Daar. Dat is het einde van de challenge, ja. Dat was echt, daar voel ik al van, oei, nu ben ik zo te ver gegaan. Maar je hebt hem wel helemaal uitgelopen. Ik heb gewonnen, hè. Ja. Het eerste ook, ja. Ja. Ik heb me toen ook geblesseerd. Ik blesseer me altijd. Ah, dan was ik ook verbrand. Ja. Dat was kunstgras, zeker. Ja. Hier, ja. Oh. Een goede dat is heel die fles water er terug uit. Ja. Als wat gal en zo. Ja, echt. Al die meisjes ook zo. Ik heb gekotst. Ik heb echt zo geen kleur meer in mijn gezicht ook. Daarna komt hij terug op veld, begrijpt niet wat er gebeurt. Ja. Gaat hij terug af omdat hij eigenlijk nog veel te kapot is. En dan beginnen die meisjes ook te lachen gewoon. Dat is echt te grappig. Hoe hard zijn die tackles eigenlijk, als je tegen elkaar... Wel gewoon. Ik heb een tijd, jaren geleden wel, American Football gespeeld. En het ding is, dat is eigenlijk dubbel, omdat je hier geen armor draagt. Ja. Je draagt geen bescherming en geen pads. Komt dat hard aan dat je elkaar rokt. Maar het enige ding is, met American Football wordt dat ook een wapen. Ja. Dus omdat je dat aan hebt en omdat je ook minder impact voelt, god ook veel harder. Ja. En vooral die helm, dat is het gevaarlijke daaraan, dat je ofwel... de helmet en een duik doen door een zijn knie. Ja, als die erop zit, dan ligt die knie eruit. Ja. Maar ook als iemand dan die grill trekt. Ja, en die trekt dan die grill, wat niet mag, maar wat wel gebeurt. Joh, gisteren bijvoorbeeld. Whiplash, In de Super Bowl. Ja. Is ook gebeurd. Is het gebeurd, ook, oh, is er gebeurd? Ja, ik heb het niet gezien. Ik heb alleen er just eten en drie zo'n stukje van de halftime show laten zien. Met de hip-hop legende van de jaren. Maar dat wordt niet mee. Ik snap de. We hebben enkel de clips gezien. We hebben niet dat in de echte live gezien. Dat Super Bowl, dat moet zo over de top zijn. Dat is zo het grootste event van Amerika. En dan was dat gewoon zo een show. Zo. Ze moesten het echt hebben van zo het iconisch team of zo dat er stond. Zo. Maar ja, als je dan vorig jaar had je The Weeknd die echt zo de ziekste show doet. Je hebt Lady Gaga gaat die uit het dak springt. Je hebt Beyoncé met Bruno Mars. Dat zo explosies en formaties. En daar merk je eigenlijk ook dat zo... het stukje van Kendrick Lamar wat meer zo echt een choreo was. En zo een artistiek... een artistiek iets, waar je echt voelt van, oké, ze proberen echt er iets te maken van wat hij zegt en waar gebeurt en zo. Daar voelt je van, oké, dit is een show. Maar dan had je de Snoop Dogg gewoon zo heel stoned, zo aan het rappen. Zo. En dan had je zo Dr. Dre ook gewoon mega basic gekleed met zo zwarte t-shirt, zwarte broek, gewoon zo... met Air Jordans, weet ik veel wat, hè. Gewoon zo aan het rappen, zo. Maar ik denk dat je het wel goed gezegd hebt, want voor ons was dat zo, als je ouder was, dat echt zo het moment. Maar als je dat minder hebt, is dat zo... Ja, je zag het al eigenlijk bij Marijke als zij aan het meekijken was. Het die ook zo dacht, dat vond ik wel een goed Ja. En wij zaten er zo, yes! Ja, maar dat is je hoort dat je denkt, wow, dat gaat iets zot komen. En dat is echt een letdown. Alleen wat
ik heb het daarnet nog eens gekeken en dan apprecieer ik het al iets meer. Maar dat is omdat je zo... Er zit zoveel hype rond. Zo, de halftime show is zo... Ja, ja. Het muzikaal moment van het jaar of zo. Dat, dat is altijd zo het ding dat zo super viraal gaat, dat iedereen in de wereld gezien heeft. Dat is wat dat heel de wereld Mars bekijkt. Vond ik waanzin, een aantal jaren geleden. Maar, puur performance, want dat was dan dat ook nog, echt, nog qua vuurwerk en zotte shit was dat niet het zotste, maar dat was onwaarschijnlijk wat voor een performance dat was. Man. En dat dan de Chili Peppers er dan bij kwamen met Give It Away en dat je dan ineens zo denkt, fuck man. Maar Bruno Mars die shows is... zijn altijd heel cool. Hè. Ja, maar ik heb die ook gezien op Werchter Boutique. Ik ook. Ah, was daar ook. Oh, die was zo goed. Was dat een jaar met dingen ook, hè? Wie was er nog? Met Jessie J. Jessie J, ook mega, mega goed, ja. Ik was er met mijn dochterke en die was en mijn vrouw uiteraard, maar mijn dochter wou dan heel graag een aantal, wat was Years and Years. Dat was heel vreemd, vond ik. Ja, dat vond ik ook heel dat was zo heel... Daar was ik ook niet klaar voor, omdat ik dat niet kende. Ja, ja, ja. Dus ik stond erbij en ik zat er zo naar te zien en ik dacht, alright, er worden ook wel een paar keuzes gemaakt. Maar ik was ook wel onder de indruk, want ik moet wel zeggen dat ik met heel die een dag, ook met dingen bijvoorbeeld, waar ik totaal niet veel mee heb op plaat, Oscar and the Wolf. Ja, Oscar and the Wolf. Ik vind dat sava, maar dat was nooit bij mij. Maar als je dat dan zag... En die reactie dat hij kreeg van dat publiek, maar ook die star power dat die gast heeft op een podium. Ja, dan stonden er wel zo van, shit. Zo, dat is eigenlijk... En iedereen zong dat mee. Maar, want ik stond ook niet van voor, zo wat verder naar achter. En alles en iedereen rond u. Dat ik dacht, wow, fuck, hier is wel iets gebeurd. Sorry, ik snap dat, maar dat was... Maar ik word er goed gezien van deze vindt. Ah ja, Snoop Dogg, Je wordt er goed gezien van, maar het is niet een halftime show. Het is gewoon zo een... Het is een YouTube-video. Allee. Ja, maar dat vond ik ook heel tof. Milan, geef het dat toch. Dat is heel cool, hè. Dat is heel vet. En dat Snoop Dogg, die aan het viben is... Maar die he doesn't give it. Ja, ja, hij geeft echt geen fuck. Je kan even goed in een afstand naar en dat mocht ook niet uit. Ja, ja. Zo, dat is wel het coole eraan. Je ziet er wel graag naar, maar het is geen echte show geweest. Spektakel. Ik weet niet waarom, maar ik dacht ook dat die ziek gingen driften met die Cadillacs die daar zaten. Het is eigenlijk heel statisch. Want als je bijvoorbeeld ziet naar zo'n Bruno Mars, die heeft dan zo 300 dansers. En Beyoncé heeft een V-formatie van allemaal... dansers die helemaal in het zwart gekleed zijn en echt zo, zo powers en dat is zo ba 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 en gevoelig van oh ja, shit dat duel met haar en dan Bruno Mars en zo'n choreografie en dat is een oude mensen. Ja, die heeft gewoon zweet mannetjes niet te zot niet meer, hè. Die heeft gewoon zo zijn denkt vooral aan gedaan die denkt vooral zo cool. Ik heb echt op alles royalties. Echt alles. Echt insane. Hij is aan het uitbollen, denk ik. Speciaal even niet van de finish. Hij was echt een beast, maar... En ik was meest verrast van 50 Cent, die opeens ondersteboven uit het dak kwam of zo. Ja, maar er zijn ook zo bepaalde clipjes, als je het niet gezien hebt, zit je er ook al een beetje voor spek en bonen bij. Hij is een beetje awkward, maar het is wel een beetje awkward in dat moment, omdat hij zingt ook niet live, want hij mist zijn eerste drie woorden of zo. Ja. En dat was ook niet de moment om erop te zitten, ook niet. Hij kwam heel onzeker over, want op het moment zie ik zo zijn t-shirt naar beneden trekken. En zo. Ik was echt zo... Dat is niet meer zo gangsta of zo, ken het? Ja, niet om ze hier te verdedigen, want dat hoeven ze niet. Maar van die keren dat wij zo is echt groot... Dat is ook wel niet even... Ik kan me voorstellen dat dat niet evident is. Maar nee, sowieso nee, om dat daar live met in-ears en zo te doen in een stadion... Helemaal niet. Plus dat ze tot op de seconde geregisseerd. Rare dingen beginnen doen. En dat geluid daar en alles is niks werkt eigenlijk mee wat ze gaan. Dat is wel cool. Dat vond ik heel cool, dit. Yo, Shari. It's your birthday. We're on a party like it's your birthday. Dat vond ik zo cool, mensen, is. Ja, dat zijn allemaal... Dat is alleen van de meest iconische videoclips ooit gemaakt, denk ik. 50 Cent in dat club, als hij zo ondersteboven aan het rappen is. Dat is echt... Maar daar mist hij eigenlijk zijn eerste woorden al. Ja. Maar... Stem staan, man. Ja, dat was wel, nog altijd een beerke wel, zo wat chubbier, maar wel nog altijd een beest. Ja. Wat is hij nu? Dat zal ook zo 45 zijn. Hoe is hij met Curtis? Curtis die zit er wel nog... Fitty. Gewoon Fitty. Denk je echt legit, als je Fitty opzoekt, dat je 50 cent. 50 cent. Ah, 46. Ja, dat is kei jong. Dat is mega jong. Jonger als mij. Hier zitten ze. Dank u. Snoop 50, Eminem 9. Neo Double Jazzle. Ah, het was echt zo de... Lil Wayne 39. Dat is wel... Die was heel jong. Ziet er het uitzicht van maar de Carter was jij jong, hè. Ja. Amelie.
Amelie. Dat was echt een schijf, ja. Ah, die gast heeft wel zotte dingen gedaan. Hoe was de wedstrijd eigenlijk? Goed. Ja. Ik ben wel in slaap gevallen. Ja. Ja. Aangekomen. Hij was de eerste minuut nog niet aan het zien, omdat het niet goed lukte met de stream. Ja. Wie was tegen wie eigenlijk? De Bengals. Rams tegen de Bengals. Voilà. Ja. Okay. Veel blessures. Ja. Heel veel blessures. Ja. Maar ding is, de Rams. Maar je hebt zo één sterspeler eigenlijk van de... Ik denk, allee, zo de meest zo, charismatische speler van de NFL speelde bij een van de twee teams. En dat is de Rams. Ja. Dat is Odell Beckham Jr. Hij is zo'n beetje zo de Neymar van de NFL gewoon. En die gast is al zoveel geblesseerd geweest en heeft al zo vaak comebacks moeten doen, dat iedereen zo een beetje aan het wachten was op zijn moment of zo. Ja. En nu stond hij opeens in de finale van de Super Bowl en hij is een wide receiver, dus de wedstrijd valt of staat zo met zijn medewerking. Ja, ja. En hij scoort daar de eerste touchdown, maar echt met een zieke... throw van die quarterback en dat was echt... Ja, dat was echt ik gunde het hem zo hard, want hij is zo de guy van de one-handed catches, zo, ken je het? Ja, ja. Die kan zo'n bal vangen, maar zo van 60 yards dus, en die vangt hij gewoon zo met één hand, gewoon zo op, maar zo in een sprong, zo op, in de touchdown zone of zo, ken je het? En eigenlijk niet. Hij deed in die genre. Nee. Nooit niet, maar dan zo, na de tweede quarter of zo, of ik weet niet wanneer exact, fokt hij zijn knie op en wordt hij zo soort van afgevoerd. En is hij zijn finale er eigenlijk al op. Ook echt op een domme manier. Ja, op een domme manier. Ja, zo gewoon zo, ken het. Hij landt op zijn voet en hij overstrikt zijn knie. En je ziet gewoon dat hij fokt is. Hè. Ja. Ik vind het wel cool, dat is echt zo number one trending. Ja, dat is het muzikale event. Vandaar dat het zo'n beetje een letdown is, omdat je weet dat dat number one trending gaat zijn. Ja. En het ding ik denk dat wel echt dat dit... Ik denk dat we nu een uur twintig... Ik heb het gevoel, we zijn mee. Nou, zo even, dit is even het moment dat we lossen. Dit is even dat we lossen. Ik denk dat ik zo nog net die generatie nog mee ben met zo de Eminem en de 50 Cent en zo. En dat Gelle misschien nog net... erbuiten wel, want Eminem en zo, 8 Mile, echt... Maar dat hem daarom toen was toch cool, Lose Yourself. Ja. Ja, je zag dat stadion ook ineens zo... Maar iedereen was aan het wachten. Allemaal, gasten zijn allemaal iconen en ik luister ook bijna alleen maar hip-hop. Dus dat is compleet mijn genre. Dus, maar toch... Ik voelde dat heel veel volk aan het wachten was op Kendrick en Eminem. Ja. En je zag zo Dr. Dre, Snoop Dogg, Maar dan voelde je zo van, nu het gaat komen zo. Eminem gaat er buiten komen. En Kendrick Lamar, die zijn show... Wat van hem was veruit het beste, vond ik. Ja, choreografisch wel. Choreografisch. Wat ik wel vond, maar gewoon een discussie, for the sake of discussie. Ja. Wat hij wel heeft, die choreografie is fantastisch, die dozen en zo. Nee, maar dat is wel een kleinere rapper. Amai, ik dacht ook wel, amai, die is heel klein. Maar ook kleiner, maar ook in performance wel. Dat is wel een minimalistischer of zo. Ja, dat is gewoon een andere generatie. Die is minder bombastisch. Ja, die is minder show. Maar hij is meer artistiek. Dre en Snoop, die kunnen inderdaad lopen. Die kunnen gewoon stappen. Hè. Die overleven op... Maar Kendrick Lamar is echt een artiest. Ik denk dat hij meer zo in de genre van Kanye West zit of zo. Ja. Dat is echt pure art wat hij maakt. Elke move heeft een betekenis bijna. Bij Dre is dat gewoon zo, die is aan het rappen. Zo. Maakt niet uit, iedereen mag precies wat hij denkt. Ding is Kendrick Lamar en Kanye West en Stromae en zo. Dat zijn allemaal... De show is even belangrijk als... Totaalpakket. Ja, het is echt een totaalpakket. En wat dat je eigenlijk niet mocht onderschatten is... Super Bowl is kindvriendelijk. En ze hebben daar de 6 meest schofferende artiesten op een podium gezet. En er mocht niet gecursed worden. Dus je ziet heel veel dat die zo... En dan je ziet hij gewoon dat Kendrick Lamar het bijna eten en zo. Ik stuur er nog naar in, Benjamin, dat jullie zo hard moesten opletten om niet te schelden in video's als deze gasten nu op de Super Bowl. Als je ook nog tegen hem zegt dat hij het N-woord ook niet mag zeggen, dan krijg je eigenlijk drie zinnen in die zo'n woord. Dat is niks, hè. Alleen Snoop Dogg heeft motherfuckers gezegd. Wat? Zo'n dikke fine. Dat is een motherfucker. Snoop Dogg. Nee, maar wat was dat van Kanye West ook tijdens de Super Bowl? Die heeft hele... Zijn Instagram, jong. Ja, maar nu, Instagram is van de oorlog gestart. Van de nacht. Hij kon niet stilhouden. Hij is te goed. Hij is on a roll. Dat is zijn meltdown. Maar hij doet dat
altijd voor een albumrelease. Dat is altijd gaat die controversieel zijn. En dat is pure marketing. Dat is pure marketing. Je was meer trending als Super Bowl. Altijd doet hij dat. En dat is, als je Kanye West kent op vlak van. Het is officieel Jane. Hij speelt Fortnite met Kanye West. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar hij doet dat altijd. Ah, oeh, boet. Maar ze hebben hem zelfs niet laten zien, hè? Weet je nog? Ze gingen de celebrities af in het stadion. Ja. Kanye West was waarschijnlijk de grootste dat er zat op dat moment. Ze lieten hem niet zien. Ja. Niet. Maar ook, had jij mij dat niet gezegd? Van die poster dinges, maar je kunt dat niet eens lezen. Ah, ja, die kan niet. Die was screenshot aan het posten van conversaties, maar je kunt die niet lezen, want het is een fout gekropt. Zo, en dan kropt hij. Hij is zalig. Waarschijnlijk van het weinig hem zo. Ja, in het huis van Action. Kanye West is zo'n speciale gast, maar je kunt niet zeggen dat hij geen betekenisvolle artiest is of zo. Die heeft zoveel betekend. En mensen die zeggen van, oh, Kanye West is niet getalenteerd of oh, fuck Kanye West, zo, dan weet je niet wat hij allemaal heeft gedaan of zo. Dan weet je niet. Dat is een van de beste live shows dat wij ooit gezien hebben, denk ik. Hè? Watch the Throne. Dat was James samen met Kanye West. Met die, dat was heel goed, ja. En dat was ook heel stijlvol. Dat was heel, heel graag. Zijn dat inspiraties erop? Je zegt van, want je voelt ook wel bij u, bij alle drie, maar bij u ook zo. Er zit ook wel wat stijl of zo in. Je zit er wel gevoelig voor, dat interesseerde wel. Ja, zo goed. Zo goed voor de dag komen. Niet lelijk gekleed zijn. Gewoon. Ik ben heel veel bezig met kleur. Zo, ik weet dat een edit beter oogt als je iets aandoet dat past bij de edit of zo. Ken je het zo? Maar ik weet zo bij het bakken, met de koeken, was ik zo van. Alles was heel wit en ik was zo. Ah, we moeten echt iets kleur. We moeten eigenlijk counteren met kleuren. Uiteindelijk hebben we dat niet echt gedaan. Maar zo. Ik ben daar wel mee bezig of zo op een of andere manier. En dan daar ook zo bij curling heb ik een pull aangedaan waarbij dat de kleuren ook matchen met de vloer en zo. Maar dat is gewoon omdat dat is misschien een autistisch trekje van mij of zo dat ik mee bezig ben. Maar. En je had trouwens enig idee wat dit voor oude mensen betekent, curling? Dat is echt. Als wij moesten studeren en wat wouden niet studeren. Dan zochten alleen maar excuses, want je had geen streamingdiensten, om niet te studeren. En dan keek je naar de meest onmogelijke sporten om toch maar niet te moeten blokken. Nice. En curling, onze generatie, wij deden niks anders dan curling zien op Eurosport. Omdat dat nog beter was dan blokken. Oh, maar curling is echt nice. Dat is echt zo petanque, maar op ijs. Dat is echt, Ja, want die gasten waren ook wel cool. Op een bepaald moment zegt hij dat ook. Hè? Je was heel getalenteerd, hè? Ja, ze waren er wel van verschoten. Eigenlijk elke video. Ja, ze zijn altijd wel onder de indruk van wat dat we. Maar misschien is het omdat ze echt heel weinig verwachten. En als ze dan iets kunnen, dan hebben ze zoiets van. Ja, maar het is ook niet dat je niet iets kunt. Hè. Het is, dat is wel heel zot dat je zo. Was dat je zag dat ook met dat duiken van die plank af. En dat je zo 10 meter naar beneden moet. En dat die dan toch heel de tijd zo. Ja, dat was eigenlijk cool. Zo dat. Ja. Je zo denkt, we hadden verwacht dat die plat op hun bakken schoon landen of op hun rug, of dat op niks gaat trekken. Ja. En zo het eerste dat ga je dan doen is zo, oh ja, ik kan zo'n flip doen, maar ik kan hem zo, hoe heet dat? Een contra-flip. Dat ik ook denk, oh ja, as one does, want dat zou dan het eerste zijn dat je doet. Terwijl dat ik denk, ik zou er gewoon zo recht afspringen en dan al 3 keer in mijn broek schaten voordat ik genezen. Wat zou een sport zijn dat je, als je er één zou moeten kiezen voor te beoefenen? Het mag niet voetbal of zwemmen zijn. Arno, zeg het eens. Elke week. Deze ga ik terug doen. Ik ga me inschrijven, zegt hem. Elke week. Elke week val ik verliefd op een nieuw sport. En dan doe ik het nooit meer. Ik denk oprecht, moesten Arno en ik in Amerika geboren zijn, dan hadden wij hele goede American footballers geweest. Ja. Want ze zijn heel wendbaar. We kunnen heel makkelijk zo snel draaien en zo. We zijn heel snel ook. Dus dat is zo. Ik heb dat ook even gedaan. Daar zou er echt goed in zijn, denk ik. Dat was wel echt nice. Ik heb dat ook even gedaan in Engeland. Ja. Dat was echt saai. Ja. Ik was daar niet zo heel goed in, dus ik kon al die graven vooral en ook direct achterwege laten. Maar het enige dat ze tegen mij zei was, jij kunt redelijk rap lopen, maar er zijn de rapper, ga ze niet zo heel goed met een bal, maar ga ze heel agressief en ga je knal tegen alles dat je deed. Dus ik was direct die ene, dus ze loopt gewoon de dien omvaar. Ja. Dat is wat hij moest doen. Direct zo. Op de D-line. Tactisch staan, was alles. Ook echt niks. Dat was gewoon, nee, je gaat daar staan, je hebt geen inzicht. Die gast, zie je die mag nergens. Ah, dat is als je in defense zit. Dus ik was zo die, nee,
dat je in de intiem hebt zitten, waarvan zegt geen hersencellen meer over na 3 jaar, maar je grokt er niet voorbij. Dat was zo het ding dan eigenlijk. Maar je hebt echt van die gasten in de NFL die gewoon blokken, hè, fulltime. Dat is de machine. Ja, dat is niet normaal, man. Of zeg, wacht je een blokker of wacht jij een... Linebacker aanval op de QB offensive. Bijvoorbeeld. Offensief. Dat zijn die moeten de QB kapot maken. Ik moest altijd aanvallen. Is wel regelmatig offensief geweest ook wel. Dus, dat is wel zo. Offensief is misschien een woord aan mijn carrière. Het rest samen dat allemaal. Wil ik nog één ding zeggen? Dat is iets dat je ook al eens hebt laten vallen of zo. Maar wel opmerkelijk is, dat is taal. Dat het in het Engels is. En het maakt niet uit hoe goed dat iemand zijn Engels is, wat je mee doet. Dat is wel, is dat een keuze van ik wil een groter publiek? Of had zoiets van, nee, ik wil mij als Belg voelen of zoek ik het te ver? De reden waarom dat ik ben gegaan voor het Engelse, is omdat ik voel dat... ik voel mij heel Belgisch. En ik vind altijd al met dan als mensen zo heel hard focussen op zo... Ik ben Vlaming en fuck de Walen en weet ik veel wat, want wij wonen op de grens. En... Ik zou niet liever willen dat België als één land gezien wordt. En ik vind dat de sterkte van België ook komt in dat je unity hebt. En bepaalde dingen die dat kunnen. Dat is zo voetbal en bier en weet ik veel wat. En Stromae is ook zo iemand die zo België bij elkaar kan halen. En ik vind dat als je in het Vlaams begint... Of Jean-Claude Van Damme. En ik vind dat als je in het Vlaams praat, dan mis je sowieso al heel Wallonië. Of dan mis je al sowieso mensen die... expat zijn in België bijvoorbeeld, of die alleen maar Engels kunnen. En dat is eigenlijk zo wat de motivatie is voor mij, is om gewoon zo content te maken voor zo'n breed mogelijk publiek. En ja, ik kan geen Spaans, ik kan geen Chinees. Dus dan ben ik maar voor het Engels gegaan. Een paar woordjes, hè. Ik kan een paar Chinees, ja. Ik kan een paar woorden in Chinees. Wat was hetgeen dat je nog kon? Je hebt zo'n paar dingen... Ja, ik heb niche woorden pengyo. Is jij bent mijn vriend. Ni hao ma... Niche woorden pengyo? Ja, dat is... Ni is jij. She is zijn. Wo is ik, de is mijn, wo de is eigenlijk mijn, en dan pengyo is vriend. En als je dan zegt wo aini of shushu is dank u, laobaan is baas, ni hao ma betekent hoe gaat het, ni hao is gewoon hallo. Het allerbelangrijkste. Dat van Kai Lan, van dat tekenfilmpje waar mijn dochter nog keek. Ni hao, ni hao, ja. Is grootvader. Arno, de belangrijkste. Je weet niet wat de belangrijkste is. Ik kan in Chinees. Man en man. Woyo dajiba. Woyo dajiba, ja. Get it right, hè. Ik heb een grote piemel. Woyo dajiba. Dat was zo'n ding zo. Ik heb 4 maanden in Shanghai gewoond. Omdat ik daar stage deed voor een skatebedrijf. En ik deed daar de marketing, of zijn marketing stage gewoon. Ik kon naar het buitenland gaan. Ik dacht, fuck ja, ik ga naar China gewoon. Is wat anders dan Coventry. Ja, inderdaad. Coventry is iets anders. Maar dus ik was daar dan naartoe gegaan. En we kregen zo 2 keer per week les in Chinees. Om zo, ja, dan leerde ik zo tellen en dingen bestellen en weet ik veel wat. En er werd ons altijd gevraagd van, ja, als je in een taxi stapt of zo, probeer conversatie te maken met de chauffeur. Dus ik altijd opnieuw van, ni hao ma. En dan zo, hen hao is zo heel goed. Nina is dan, en jij. En dan zo, hen hao. En dan zo van, wo ai ni. En dan zei ze, oh, dank je, ja, ik hou van u, zegt je dan zo. En dan, op het moment... heb ik al mijn woorden, maar dan heb ik nog altijd zo die woyo dajiba. Ja. En dat is altijd een moment dat de sfeer compleet kapot gaat in die taxi. Dan zeg ik zo, woyo dajiba. En dan zijn die echt gewoon zo. Ja. En dan zijn die echt gewoon, die willen niet meer met je praten daarna. Maar dat is wel omdat die cultuur ook heel gesloten is. En toch altijd het gevoel dat je die toch moest zeggen. Ja, dan. Ja. Dat moet gewoon. Maar dan... woyo dajiba. Ja. Dus er heeft geen enkele mee gelachen. Ik dacht, er gaat een moment komen. Maar er was één dude, één taxichauffeur. En die gast was porno aan het kijken terwijl wij aan het rijden waren. En die wou dat de hele tijd laten zien. En zo, oh, kijk. En dat was gewoon zo, ja, porno op zijn gsm. Misschien dacht je dat jij dat was omdat hij een snor had. Ah, nee, ja. Ik had toen geen snor. Maar dat was echt dat was super raar. Dus hij had het wel kunnen zeggen. Maar ik denk dat hij mij toen raar had doen voelen. Ik moet wel zeggen dat Colin een snor wel rockt allebei. Dat moet wel gezegd worden. Thanks. Kom aan, Milan, hoe is uw snor? Ik heb één keer mijn snor laten staan, mijn snorretje laten staan, toen we 100.000 subscribers hadden. Ja, precies. Ah, ja. Dank je. Merci. Ik heb ze niet allemaal meegemaakt. Maar,
Dus dat was wel even een momentje dat ik toch de snor moest laten staan. Ja, maar ik rock dat echt wel niet zoals deze. Ja. Maar je moet dat gewoon lang genoeg laten staan. En altijd gewoon de rest erbij scheren. Gewoon. Maar hij heeft een goatee echt. Hè. Ja. Maar je ziet er wel niet douchey uit met een snor, want dat kun je ook hebben. Zo, ja. Of heel rijkswacht of zo. Ja, dat kun je ook, maar wij zien er een beetje vies uit soms. Want bij mij zeggen ze altijd... bij mij, als ze mij willen uitdagen, dan zeg ik altijd... Oh, you look like a pedophile. Dan ben ik zo... Wow! Chill. Want je weet er ook allemaal dat die eruit zien. Ja, ben ik zo... Het is niet dat ik een snor heb. Maar dan... maar het is wel... Ik vind wel zo... De snor is zo het begin van... Nee, gewoon... Nee. Dat is maar een seconde. Dat maar dus... maar ik vind Mark wel zo... Dutroux voor de mensen thuis. Ik zeg het voor de mensen die denken dat ze het gaan missen. Mark Dutroux. Dat is al. Dat is een pedofiele snor. Hier komt de offensief. Hier komt de offensief. Maar eerlijk gezegd, dat was ook wel toen... Ik kon het terug redden. In de jaren 90 was ook een full-blown rijkswachtsnor. Maar Mark Dutroux had ook een heel hard rijkswacht uiterlijk. Ja, dat klopt wel. Oké. Okay. Terwijl, dan denk je toch liever aan iemand als Freddie Mercury of of Thomas Magnum of Zorro. Zorro, wij hebben ooit een moment gehad dat wij even een snor overwogen hebben, Nick en in de Andries. En onze vrouwen hebben daar gigantische stokken voor gestoken. Dan waren we gaan kijken naar Mission Impossible. Met Henry Cavill, die dat daarin meedoet. Ja, die een snor in. En we hadden zoiets, oh man, dat is mega cool. Misschien moeten we dat doekjes doen. Misschien moeten we alles afscheren en die snor laten staan. Waarop dan zijn vrouw wel een gigantisch graaf antwoord gaf. Hij zei, ja, Henry Cavill heet dat. En die zei zo, ja, gullen ze echt niet Henry Cavill. Waarop dat wij alle twee wel moesten toegeven. Dat is wel keihard waar, ja. Dat is heel erg, als iemand gelijk. Maar jij hebt wel die onderkaak, dat deed jij ook, hè, man. Gewoon net zo die jawline, waarmee dat je dat kunt. Maar jij ook, jong. Bij mij zou het al wat minder zijn. Ik zou misschien de goatee er nog bij moeten pakken, voor niet te hard die dubbel kin te hebben of zo. Maar het ding is, met de snor is, je moet er heel zelfzeker over zijn, dat jij dat wilt. Maar bij mij was dat ook zo van... Allee, waarom laat jij je snor staan? Ik zo, allee, dat is toch cool? En mijn vriendin was ook zo van, hé, maar dat is echt lelijk en dat is echt niet nice. En ik had dan ook een mullet, dus dan was dat zo... Alles erop en eraan. Maar wel. Dat is eigenlijk wel... Dat heeft het hele feit afgeleid dat ik een snor liet staan. Dus dan zei ik van, ja, maar het is een look. Zo ken je het. Ja. Want jullie ouders of zo, ik neem altijd die mega fier zijn, maar zijn, hebben die zo, als je die nu zou interviewen, zeggen die dan, ja... Dat is echt inderdaad wat we verwacht hadden dat die twee gingen doen. Ah, wow. Bij mij verrassen ze wel altijd op een manier, denk ik. Ik heb echt 1000 keer gehoord als ik jong was dat ik in de McDo ging eindigen. Hij was er bijna met de pizza. Rob heeft hem gered. He was working his way up. Ja. Dat is mee bezig, man. Maar vinden ze dat cool wat jullie doen? Ja, sowieso. Het is sowieso. We kunnen ervan leven. Ja, en het is gewoon iets unieks dat wij kunnen doen. Allee, we kunnen leven van wat dat we doen en het is superleuk. En iedereen kan het zien en hun vrienden zeggen ook altijd van, oh, het is tof wat dat de kleine weer aan het doen is. Kennen die dat zo? Kunnen zij zeggen, ja, inderdaad. Ja. Maar ze zien ook dat wij er echt van genieten. Ja, het is gewoon een leuke bezigheid. Ja. Je hebt ook met Match geacteerd, hè, dat je dat ook doet. Wat zie je eigenlijk je eigen in de toekomst nog doen? Als je zo, hè, want ik neem aan dat je dat gaat blijven doen, hetgeen dat je nu doet. Maar zijn er, omdat jullie vaak ook filmpjes maken die, zal ik maar zeggen, een einddoel hebben. Je begint eraan en je zegt tegen dat filmpje gedaan is, moeten we daar zijn. Mm-hmm. Is er ook zo'n soort ding in je kop waar je van denkt, daar zou ik toch wel willen eindigen? Of dat zou ik zeker wel eens willen gedaan hebben? Of hoe ver wil je daarin gaan? Wat ik altijd zeg, is dat ik... ik kijk nooit te ver vooruit. Omdat je dan eigenlijk zo wat jezelf jinxt naar wat dat je wilt doen. Ik heb wel zo'n paar doelen waar ik echt denk van, oké, dat wil ik echt doen later. En dat is bijvoorbeeld... ik wil heel graag... in zo'n Netflix-serie meespelen of zo, bijvoorbeeld. Of een actiefilm maken, maar die goed is. En... Met Jean-Claude Van Damme. Ja, met Jean-Claude Van Damme zou nice zijn. Maar dat is zo... Mijn doelen zijn altijd... Dat verandert altijd. Want daarvoor wou ik eigenlijk altijd creatief directeur zijn van Adidas of Nike, voordat ik
daarvoor wou ik misschien, weet ik veel, LO-leerkracht zijn of zo. Dus dat veranderde eigenlijk constant. Maar nu op dit moment wil ik heel graag acteren doen later. Ik ben daar nu al mee begonnen om zowel wat mijn eerste stappen te zetten. Maar ik denk dat YouTube, ik weet niet hoe lang dat mijn lichaam het nog gaat volhouden om zoveel damage te krijgen. Maar ik denk dat er een moment gaat komen dat ik YouTube misschien iets minder ga doen. En dan echt ga focussen op, oké, nu wil ik echt een film maken of echt een serie maken. En ik denk dat acteren ook echt wel zo mijn lange termijnsdoel is. Dat is iets wat dat je kunt doen tot de dag dat je sterft. Want ze gaan altijd naar mensen gaan die op zoek gaan die 70 zijn, 80, 90 of 30, 40. Dus dat is, voor elke leeftijd is er een rol. En, dat is, ja. En voor u, Arno? YouTube zo lang mogelijk. Gewoon, ik amuseer me daar te hard mee. En dan uiteindelijk wil ik ook de tv-wereld ingaan. Maar dat is daar nu nog te vroeg voor. Ja. Dus nu nog fun hebben en dan later pas serieus maken. En ondernemen. Dat wil ik, ik eigenlijk ook heel graag... Heb je dan een kledingsbrand? Ja, ja. Ik heb niet mijn eigen merch aan. Jij heet een man, dus je hebt het gezien. Dus ik dacht, ik zal het er even bij zeggen. Haha, is een brand. Ja, dat is eigenlijk de een merch. Tattoo van u is, hè? Ja, dat was eigenlijk eerst een tatoeage en dan heb ik er zo wat een brand rond gemaakt. Maar ik wil ook binnenkort eigen pils en zo op de markt brengen. En iets, gewoon ondernemen. Eigen wat dan? Pils. Bier. Bier. Ah, pils. Ja, ja. Ik dacht al, ik was al dat ga ik pillen al aan het poppen wordt. Ik dacht, wat kan je hier allemaal nog maken? Ja. Zo, beste feestjes. Ik ben zo MDMA.2 aan het maken. Probeer dat eens. Tegen dat... Allee, over 3-4 jaar gaan alle drugs legaal zijn, denk ik. En dan... nee, dat is niet waar. Nee, maar bier... ondernemen gewoon. Ja. Want dat is het ding dat kan... Over een jaar kan dat allemaal veranderen. Maar het is gewoon... Ik moet gewoon doen wat je goesting hebt. Inderdaad. Voilà. We hebben zelfs nog een aantal fanvragen om mee te eindigen, maar ik zou nog een paar dingen gewoon willen vragen. 1. Bodyshots incasseren van Riyad Mehri. Hoe viel dat mee? Dat was echt... Wereldkampioen boksen trouwens. Nee, Het België. Ja. En een Belg, ja. Cruiserweight zeker? Dat is een cruiserweight. Dus dat is het gewicht voor zwaargewicht voor de mensen die het zich afvragen. Hij is echt een monster. En het ding is, wat ik tegen hem gezegd van, mocht echt wel hard gaan. Zo. Kennen, maar ik denk dat hij dat zo... Ik denk dat dat zo wat zo boxing rules is, dat je zo... noobs niet mekaar mocht slagen. Ja. In toffe clubs is dat zo. In clubs waar je... Je hebt ook zo van die clubs waar je denkt... Het is precies de bedoeling dat niemand het hier overleeft. Maar als je een goede trainer zit, dan klopt dat inderdaad. Dan slaat de iemand nieuw niet compleet in elkaar. Ja, maar bij hem, hij is supersterk. Allee, de wedstrijd na ons filmpje heeft hij gewoon een reus een nok geslagen met mijn linker of zo. En dat was echt gewoon... Precies, een kind dat gewoon valt. Ja, gewoon. Dat was echt zot. Dat is inderdaad echt light. En hij is zo lief. Zo'n gigantisch contrast. Ja. Dat is zo een lieve gast. Die was een beetje camera-shy. Een teddybeer. Dat is echt een teddybeer, die gast. Ja. Dat is echt op het einde van de video dat je ziet dat die Dan botten, begint je zo bodyshots te delen en ze hebben dan zo'n pak aan. Voor dat Allee, wat de coach met de pads meestal aan heeft, maar dat is verschrikkelijk. Dat je die stoten ziet, hoewel dat jij wel een goede oplaad hebt. Jij doet dat wel goed. Dat was wel echt tof. Ik heb je verwacht, Andries. Arno is echt een tank daarin, want zelf Riyad was van, hij heeft echt kracht. Zo, Maar dat was... Als ik eerst nog zo goed kies... Gollen lapt elkaar gewoon wat af, man. Hoe hard worden gollen op elkaar aan het kloppen? Toch wel. In het begin was ik echt bang. Ja. Dan durfde ik Arno, niet. Ik wou Arno echt een knockdown doen. Ja, ja. In het begin durfde ik niet hard te slagen. En dan hebben we elkaar een dick shot gegeven. Dat heb ik ook gezien. Dat was redelijk gruwelijk eigenlijk. Dat is het ding met boksen is... Wij weten... Hier. Hier, per ongeluk. Ja, ja. Oh, in mijn ballen en op de achterkant van mijn hoofd. Rabbit punch. Ook nog verschrikkelijk. Dat was per ongeluk. Wow. Dat was goed voor de video. Zijn balzak. Dat was hevig. Maar dat was het toch nog voor die bodyshots, denk ik. Je weet ook niet hoe dat je moet ademen in die situatie. Dus je bent gewoon net zo... Je bent compleet buiten ademen. Als je niet kalm bent... Na een minuut zijn echt kapot. Ik was echt... Ja. Ik kon niet meer, joh. Echt. Voor mensen, maar dat heeft hij eruit geknipt, maar zijn we gewoon zo tegen elkaar gewoon zo... Ja. Zo knuffelen, zo... Zo geen kracht meer, gewoon zo... Nee.
Laat toevallig gewoon. Dat is al na anderhalf uur opwarming of zo. En dat is geen gewone opwarming. Ja, die opwarming, jongen, dat is niet normaal. Ik denk ergens in het midden, Andries, die bodyshots. Ik wil het niet meer juist. Moet hij die smoken? En wij zo ontzichtelijk gelijk. Ja. Ja, dat zijn echt stoot als een man. Dat geluid ook, hè? Dat ja. Ik ben zeker dat hij daar niet zijn hersen doet. Is Arno hierna? Die was ervoor. Dat wil ik nog wel even terugzien. Ja, dat is ook redelijk gruwelijk. Dat was gestoord. Ja. Hier. Nog wat terug. En dan zie je echt, want hier is hem al down. Ja, hier is het al. Ja, dat duurt ook echt niet lang, hè. Nee, maar dat is 17 door. Seconden of zo. En dan weet je, deze was het. Maar dat is echt waanzin. Surprise. Ja. Dat is echt gewoon jackass, deze. Ja. Dat zijn echt harde schoenen. Ik voel je ook gewoon terug. Hoe hard was het, Arno? Op 10? Echt toch wel een 8 of zo. Het was echt zo. Maar ik denk dat hij zelf daar niet 100% ging. Omdat hij dacht van. Hij was ook niet opgewarmd of zo. Ja. Ja. Maar je kon echt niet meer. Maar dat is echt vies, zo. Dat trekt zo je adem weg. Dat zo. Je wordt daar zo mottig van. Dat is echt zo. Je zegt ja, je wordt door elkaar geschud. De hele tijd. Ja. Dat is gewoon zo. Dat zie je ook met keiveel als je mensen hebt die niet boksen en gedoet hebben, maar die met alle gevechtsporten, dan zijn ze altijd aan het headhunten. Hè. Je bent altijd naar de kop aan het kloppen. Yeah. Terwijl zo één goeie daar binnen, als jij net niet juist inademt of uit, en dat is gedaan. Hè. Je bent lever, 90% van je kracht is weg. Ja, dat is. Dus dat is en je bent zo ingezakt. Zo. Ja. Yeah. En elk ding dat je dan krijgt, is alleen maar erger. Dan voelde zo met elke ding zo... Hij heeft in mijn lever geschot. Ja. Het was net op het einde van de ronde. En in plaats van zo naar de kamer te gaan en het zo uit te leggen, ben ik gewoon naar de emmer gegaan en zo vuil beginnen hoesten, zoals een klein kind. Ja, dat was echt... En dan nog een natuurlijk. Mijn dochterke is heel erg into stokpaarden. En we zitten naast een Belgisch kampioen allround stokpaardrijden. Wat je ook niet elke dag tegenkomt. Hoe is dat daarbij gerokt? We hadden een artikel gezien van VRT, denk ik. Waarin dat ze zei van allereerste stokpaardwedstrijd ooit in België. Het BK dan direct ook. Ja. Ik had echt zoiets van... Yo, we moeten er echt naartoe gaan. En dat was zo 2 dagen daarna of zo. Dus wij zo, fuck it, we gaan daar naartoe. Ik had me dan ook ingeschreven. Dat was zo €10 inschrijvingsgeld. En dan... Die gast die met die zweep. Ja, die was te goed. Paard aan het slagen. Ook een momentje dat ik niet meer kon. Geniaal. Dat was te goed. Dat is geniaal trouwens. Hè. Die trui is ook wel een vermelding waard. Ja, hè? Dat is echt een prachtige trui. Dat is ook niet normaal. Bij. Ja. Dat zijn dus de competities in Finland. Dat is kunnen, echt een kunnen wel hoog. Ja, want dat is wel dat is redelijk groot. Precies. In Finland is dat massive. In Finland is dat echt een gerespecteerde sport. Ja. Dat is de voetbal van Finland of zo. Weet ik veel. En daar heb je inderdaad 3 categorieën. Dat is dressuur, je parcours en dan jumping. Rob, 1 vraagje voordat je verder gaat. Had jij intentie om te winnen? Of is dat als er 1 ding was waar ik dacht van oké, daar kan ik Belgisch kampioen in worden, dan dacht ik dat ik hier wel... kans zou maken, omdat ik ben vrij snel en ik kan wel zo hoog springen en ik heb ook geen schaamte, dus zo dat dressuur en zo, dat is puur dat was misschien nog het belangrijkste stuk in heel uw verhaal, dat jij geen schaamte hebt. Dat was, want jij got er ook wel vol een bak voor. Ja, en dat is wat de jury ook graag had en zo, dus dat was zo, daar wist ik ook wel van oké, als er een medaille te pakken valt, dan is het vandaag zo. Want we hadden ook zo Vierliep gedaan. Ja. Maar daar, allee, dat is... Jij kreeg ook het meest gestoorde stokpaard aller tijden. Wat is dat met Vierliep? Dat is over de rivier zo skaten. Ja, rivier. Ja, dat. Dat was gestoord, hoor. Dat was wel een goede video. Ja. Hoe goed is deze, man? Zo al die sprongen. Nog niemand had een ratslag gedaan met stokpaard, dus dat was ook zo van, oh shit. Wat voor een move is dat ook? Ja, zalig. Dat is echt een goede. Jury. Goede bassin. 360. Hoppakee, het zou wel zijn. En dan eindigen met de power stance. Let's go. Zou wel en zijn. De web. Iedereen ging ook echt zot daar. Iedereen was echt zo, what the fuck hebben we net gezien. En dan heb ik dat gewonnen. Dat was de eerste dat ik won ook. Dat was zo, toen wist je van, oké, oh shit. Eigenlijk de eerste is al binnen. En er moesten nog 2 wedstrijden zijn, dus dan was het zo, oké, nu gaan we echt voor full goud. Ja. Ik krijg nog elke keer als ik het eerste momentje bij de win zie, kippenvel.
Echt waar. Dat is stokpaardrijden. En toch... Allee, met alle respect naar de sport toe. Het is ook goed dat de Milan zo het beste algemeen Nederlands accent heeft van ons. Ja. Met alle respect naar de sport toe. Met alle respect, ja. Dat moment is, dat is te zot. Hier, want dat is het moment. Tot hiertoe kan het nog die zeeën er wiezen. Ja, want we hebben nog altijd het gevoel van... Who knows? Of naar wat zitten die te zien? Of wat zoeken die hierin? Hier, en dan krijg je dit. Deze momentje. 21. Of wat was het? Ja. Dat was te crazy, ja. Vooral hoe ik in mijn eigen blik... Wat? Ik en of wat? Ik was echt zo in de war. Man. Zo hard mee gelachen toen. Maar dat is het goede. Al die dingen die wij doen, zijn zo oprecht. Allee, er is niks gepland. Wij komen daaraan en we hebben gewoon zo, we zullen wel zien wat er gebeurt. Als hem niet wint, dan wint hem niet, maar we gaan er wel voor. Wat heel tof hieraan is omdat mijn dochter vindt dat mega cool en die verzamelt dat ook en zo. En die maakt dat ook zelf. En jullie lachen dat niet uit. Nee. Dat vind ik wel heel tof. Je gaat daar aan meedoen en je kunt daar gemakkelijk binnenwandelen en zeggen... Jesus Christ, really? Maar dat zei ik altijd al... Dat heb ik heel erg geleerd toen ik video's maakte voor Humo. Is dat zo... De humor mag nooit in het uitlachen zitten. Want dan brengt je eigenlijk iemand ten schaamte om mensen te doen lachen. En dat is eigenlijk heel denigrerend of zo. Ja, ja, ja. En wat ik bij Humo heb geleerd, is dat je eigenlijk gewoon... Alles moet op u vallen gewoon. Je mocht ook geen woorden in mensen hun mond steken. Als mensen iets grappigs willen zeggen, laat ze het hun zeggen. Ik zal wel de vragen stellen die tot die situaties komen, maar ik ga nooit zeggen van... Ah, jij de dikke koe of weet ik veel. Dus ik ga die nooit uitschelden ten koste... Ik ga nooit humor brengen ten koste van iemand of zo. En, en daar was hij ook gewoon... Wij gaan naar een Belgisch kampioen te worden en dat is het. En wij gaan niet mensen uitlachen. Ik vind vooral dat ding waar je de zilveren medaille in krijgt, dat je zegt van, ik heb vooral gefocust op snelheid, wat 4 keer zo rap was als iedereen anders. Maar gewoon zo niet meer om de stijl gedacht. Zo dat ik niet met te veel stijl erover gesprongen ben, dat is eigenlijk jammer. Want in je trial run doe je het eigenlijk beter. Doe ik het beter, ja. Want waar je vertrekt, dat vond ik ook zo grappig. Dan begin je zo dang, 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 dang. En je denkt, ja, dat is heel rap, hè. Ja. Dat is rapper als al de rest. Dat is echt Glenn had zo impeccable goed. Style, hè. Ja, dus, en dat was ook het leuke. Die Glenn, die had zich zo... Wij kennen die niet. En die heeft zich zo heel... op het moment heeft hij zich echt zoals zo mijn enemy in maar hij heeft dat zelf zo wat... Ja. Hij heeft zo zijn eigen personage gecreëerd in onze video, zonder dat we het hem vroegen of zo. Uwe rivaal, en ook, dat is wel funny. En ook met alle respect, want je hebt soms mensen die zich in de video willen zo dwingen, maar dan niet echt op een leuke manier, maar bij hem was dat zo leuk. Dat was zo zalig dat hij dat deed. En we kwamen met iedereen supergoed overeen en zo, en dat was super tof. Dat was echt een mega toffe dag en... Goeie stijl ook, Arno. Goeie stijl ook. Ja. Arno heeft ook de juiste vorm van desinteresse, terwijl dat hem erachter staat. Dat is ook heel tof om te zien. Die ochtend was ik aangereden. Ja. Oh. Daarom doe ik niet mee. Wat was daar gebeurd? Dus ik moest de trein pakken naar... waar was dat? Ik zat in Boerengat. Ja, ik moest de trein pakken en ze ging mij oppikken naar het station. En ik ben zo net op tijd voor mijn trein. Net voor het station. En... ik steek over, maar in Brussel, iedereen rijdt daar mee nog toe, blijkbaar. En die rijdt mij gewoon omver, dus ik vlieg van mijn stip en ik land zo rechtstijn, maar zo te raar, en ik slaag mijn voet om. En die gast, die stopt en die staart mij zo gewoon aan. Ik kijk zo en die zo, ça va? Maar zo met zijn hand, zo niet eens een moeite gedaan om zo te doen. Ik zo, ça va? En ik zo, je sais pas, En die gaat gewoon weg. Gewoon zo... Niks gebeurd, dus dan sta ik daar zo met een stip. Oké, the fuck. Wil ik terug vertrekken, die stip werkt niet meer. Heb ik nog gelopen naar mijn trein gemist. Ça va, t'as mal? Ouais, ça va, t'as mal? En ik sta daar zo met een stip op mijn enkel. Wat denkt hij zelf? Ik heb mij net aangereden, maar... Oh. Deze momentje ook is zo genuine, omdat hij doet daar één van de disciplines mee. En wordt in de eerste ronde er direct uitgehaald. En je bent echt teleurgesteld. Ja, ik wou dat winnen. Ik wou finale tegen Robert. Ja, gast, dat is zot geweest. Jullie twee tegen elkaar in de finale voor de allround of zo. Dat is crazy, denk ik. Ja. Voordat we de fanvragen doen, moet ik er nog... Ik heb er toch nog twee dat we niet kunnen lossen. Eén is natuurlijk Vol-au-Vent. Vol-au-Vent. Je hebt het op je klak staan, maar je hebt het getatoeëerd ook. Dat is eigenlijk deze is dezelfde dat is ook als zo hier. Goed, hè. Vol-au-Vent. Ja. Vol-au-Vent is echt gewoon te... Dat is...
Dat is eigenlijk al sinds ik heel jong ben. Mm-hmm. Zo, dat is echt wel... als mijn verjaardag was, kreeg ik altijd volle van. Dat, ja. Dat was zo mijn favo eten. En ik denk dat jij... Je hebt ook een favo eten waarschijnlijk. Maar ik ben ook een hele grote volle van. Voilà, dus ik ben wel mee met wat je zegt. Ja, en absoluut. En met Arno, wat is je favo eten? Stoofvlees. Stoofvlees, oké. Okay, wat is je favo eten? Lasagne was lasagne, altijd echt? Op de verjaardag. En wat is je favo eten? Stoofvlees. Stoofvlees, voilà. Dus dat was zo een... Een obsessie volle van en dan vooral zo volle van een pot. Echt letterlijk zo de meest chemische. Slechtste volle van zo. Bleek zo. Ja, dat was echt dat was zo nice. Ik weet nog dat je dat zo kocht en ik at dat met alles: met rijst, met penne, met frieten, met puree, met kroketten. Mm. Alles. En toen ik terugkwam uit Shanghai na 4 maanden, was dat ook zo volle van. Zo. Dat was het eerste dat ik at. Ja, en dan heb ik dat laten tatoeëren. Hier is de mullet. Als dat mijn grote liefde is, ja. En dat hier is komt ook... de mullet vandaan. Dit was het begin van de mullet. Arno heeft die eigenlijk gecreëerd. Ja. Jij hebt wel een zotte volle van gegeten, hè? Nog niet zo lang geleden. Ja. Je hebt er mij zo wat foto's van laten zien. Dat is hier in wel redelijk crazy. Ja, het is wel als je beter gaat eten. Dus het is ook van Hertog Jan, is hier ook een vesting nu. Dat is eigenlijk een Michelin. De Butcherson. Nee, dat is ook lekker, maar in de Botanische tuin is nu... Maar die hebben ook een bijrestaurant, Bar Bulot. Maar het is nog altijd best goed geld. Maar daar heb ik wel een hele lekkere volle van gegeten. Al zou je misschien wel zeggen, ja, maar... Hij is niet meer zo old school, want er zaten ook garnaaltjes en zo bij. Maar dat was wel. En wortelen. Ah, fusion. Ja, fusion. Maar het was wel heel lekker. Maar ik zag niet eens. Ja, maar dat is. Maar garnalen moeten daar niet bij. Nee. Maar het was wel lekker. Ja. Ik zeg het toch. Maar in ieder geval in de Butcherson is dat echt een half brood. Ja. Ja, dat was. Dat heb ik ook. Bij u ook, hè? Heb ik ook. Ja, dat was zo mega groot. Op mijn 40ste verjaardag zeg ik dat daar gewoon eten. Dat is ik heb dat daar ook gegeten. Ik was ook echt zo. Wow, shit, dat is wel echt een serieuze portie. Wel redelijk grote porties. Ja, ik kan wel wat aan of zo, maar dat was wel. Dat was echt zot. Er nog eentje, want anders zijn Marijke nog een paar. Jean-Claude van Damme. Hallo. Gaan we het niet over JCVD hebben? Jean-Claude van Damme. Damn it, man. What a legend. Ja. Dus hoe is de liefde daarmee begonnen? Ik ben echt opgegroeid met Jean-Claude Van Damme films. En ik denk dat dat iets typisch Brussels is. Want net als ik zo mijn obsessie met, of mijn liefde voor Jean-Claude Van Damme zeg aan mensen, dan zijn die altijd zo van... Ah ja, dat is wel cool, maar zo... Ik snap het niet goed of zo. Hè? Ik ben er ook mee opgegroeid. Maar dat is zo... Ja, ik heb dan zo Bloodsport gezien toen ik 11 was of zo, of 12. En dan zo Kickboxer en al die zijn Amerikaanse... Ik heb allemaal in de cinema gezien, dus dat is echt? Hoe oud dat ik ben. Ja. Bij ons was dat echt zo op cassette. Ja. Zo. Zalig, maar ik heb dat allemaal in de cinema gezien. Ja, en dat was echt... En deze is de beste dansscène aller tijden. Kickboxer, als hem zo zat moet gaan vechten tegen... Oh, daar heb ik ooit eens gedaan. Ja. Echt. Je hebt dat ooit eens gedaan bij iemand? Ja, zo kennen die move dat hij zo een kick doet en dat hij vastpakt en zo in de bal. Ja, ja, ja. Ik heb dat ooit eens bij iemand gedaan op school. Oké. Okay. We waren aan het vechten zo, Kenneth. En hij kickte mij en ik deed dat zo, maar ik had dat net in de film gezien. En ik deed dat in zijn ballen en die lag echt zo een half uur op de grond. En ik dacht zo, oh shit, dit is zo. Dit mag ik niet meer doen. Misschien toch niet de bedoeling. Ja. Maar dan voelt je toch wel Superman of zo. Allee, dan voelt je toch JCVD als superheld, wil ik zeggen. Als je zo de move van JCVD kunt kopiëren. Maar het ding is dat voor heel veel mensen waren de superhelden Batman, Spider-Man, Wolverine. Maar bij mij was dat eigenlijk altijd Jean-Claude Van Damme. En ik vond dat wel cool, Spider-Man. Maar Jean-Claude Van Damme was voor mij de superheld. Die zo de gekste shit deed. En die zo... Want die is ook zo entertaining of zo, op een of andere manier. Maar jij snapt wat je is ook zo zot als een deur, hè. Wat ook het toffe eraan is, als je die zo doorheen de jaren... En wat ik wel heel tof vind bij hem, is dat hij zo'n periode heeft gehad. He, dat hij zijn groot succes in de cinema wel wat gedaan was en dat het allemaal zo wat direct-to-video was. Maar nu is hij zo de stap verder gegaan naar dat cult-status. Waarin dat je voelt... Ah, en er komt nu trouwens een Bloodsport Redux. Heb je dat al gezien? Ah, echt? Waardoor hem dus Frank Dukes terugspeelt. En ook Polo Young komt daar terug in. Dus al die figuren die daarin zitten. En hij speelt dan de oudere gast. Ah, zo Cobra Kai-vibes. Ja, een klein beetje Dus, en ik zag dat al. Je moet het Bloodsport Redux. Ja, dat is het. Er is een trailer van. Oh, er is al een trailer van en al. Ja, het is de real deals. Oh, en ik had het al gezien. En ik had al zoiets. Ah, oh, man, deze moet ik zien. Hè. Oh, van dus ik hoop ook dat dat een beetje in de cinema komt. Ook. Goed, hoe goed was JCVD trouwens? Die film waar dat hem
waar dat hem eigenlijk zijn eigen in speelt. Die heb ik nog niet gezien. Oh, dat is supergoed. Dat moet je doen. Hier zo Ariel Helwani zit erin en zo. Dus als al die... zichzelf ook al. Ja, 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 ja. Allee, man. Ja. Hier, Chong Li. Yes! Ja, het vooral is eigenlijk dat Frank Dukes, de gast waar dat die, waar ja, die film op gebaseerd is, is een bullshit artist. Hè? Dus er wordt heel veel van gezegd dat dat allemaal fake is, wat dat hij heeft gedaan. Dat heel dat Bloodsport vooral niet echt is. En daar speelt die film op in. Dus dat hij zo gezegd zoiets heeft van, ja, maar ik heb dat wel gedaan. Zo, hè? Mensen zeggen dat dat niet waar is. En dan gaat hij er terug naartoe. Bloodsport Redux. Hey man, die dat wil ik wel gaan zien. Gaan zo. Oh, en Michel Kissie zit er ook in, hè, die gast die daar Tong Po speelt, wat ook een gast uit Brussel is. Met zijn start. Ah, echt? Dat is een Brusselaar ook, hè, daar heeft hij samen mee getraind. Ja. Als je zo Creed van Rocky. Ja, ja, maar dat zijn altijd leuke dingen. Hè. Dat is zo'n nostalgische bullshit, maar ik vind het altijd fantastisch om te zien. Dat is iconisch, hè, maar dat is gelijk een Jackie Chan of zo. Voor mij is dat. Jean-Claude Van Damme is echt zo niveau Jackie Chan. Hè, en dat is zot dat dan een Belg is. Want moest ik in Frankrijk geboren zijn of in Duitsland of zo, dan zou ik ook super fan zijn van Jean-Claude Van Damme. En dat is zo het zotte die is. En dat is wat heel veel mensen in België onderschatten. Iets van, oh ja, Jean-Claude Van Damme, bla bla bla. Maar dat is puur omdat hij Belgisch is, dat ze daar zo niet de respect aan geven dat hij verdient. Maar dat is denk ik de eerste Belgische acteur die. Hollywood, Hall of Fame shit heeft gedaan. Dat is de enige dat ze buiten België kennen. Ja. Als ik heb het al meerdere keren gezegd, maar dat was, ik had dat direct door. Ja, als je in Azië terechtkomt en je zegt I'm from Belgium, iedereen Jean-Claude Van Damme. Dus je weet hoe groot dat die gast is en wat dat die gedaan heeft. Wat ik waanzin vind voor een kerel die letterlijk in het begin in Amerika in zijn auto heeft geslapen, zowat buitenwieper is geweest, zo allemaal van die kutjobjes heeft gedaan en er maar in is blijven geloven. Hè. Ja. Dus dat is ook zo'n heel inspirerend verhaal. Ik vind dat wel een zalige gast eigenlijk. Want hij is eigenlijk van, ah ja, ik... Want dat is een pro-fighter, denk ik dan, van basis gewoon. Maar die zei dan ook aan, aan de kranten en zo hier van... Ah ja, ik had maken in Hollywood en zo. Maar ja, iedereen lachte hem uit. Van, Jean-Claude, het zal wel zijn. Of wat is zijn echte naam? Is, Van Varenberg. Van Varenberg, Het zal wel zijn. Het zal wel zijn dat je in Hollywood... Ga maar een keer proberen te acteren. Zo. Maar uiteindelijk, dan heeft hij zo van die zieke films gemaakt. Zoals Bloodsport en Kickboxer. Ja. En dat is echt... Dat zijn klassiekers. Hè. Dat zijn echt klassiekers, kapot, je kunt er nu nog altijd zien en denk je van godverdomme man, hoe cool is dat? Ja. Dat is zo, hij is zo iconisch, die gast. Not Dimmak. Respect, man. Ja, echt massief respect. En jullie hebben ook getraind, gelijk hem, voor een maand. Ja. Dat is ook een briljante video. Waanzin, hè. Zo funny. Want dat is wel dat die transformatie in jullie lijf is gestoord, hè. Maar ik heb net gezien, ik ben terug even dik als in het begin. Ik was even gechoqueerd. We zijn allebei echt goed vermagerd op dat moment. Ja, maar ik ben hetzelfde terug. Ja, ik heb die video niet gemaakt. Ja. Dat was nog met een andere camera. Dat was met Felix, ik heb gezien achteraf en dan dacht ik ook, what the fuck, wat je op 30 dagen? Die transformatie is wel echt gek om te zien. Ja, Jost. En ik werkte toen in de pizza uit en gaat u gratis pizza naar het werk. Dat was moeilijk, hè. Wow, yo. Wat ik wel heel goed vond, is dat tegen dat jullie al lang bezig waren, hè, je begon er dan alle twee wel echt supergoed te zien. Je ziet het, hoor. Maar het enige dat Goladé was zagen over wanneer je terug vetlapperij dat was wel, Dat ik dacht, de commitment is wel zo, we doen deze voor een munt, maar deze gaat ons leven. Ja, het is zo, nee, dat was wel echt zo'n ding. We waren echt zo van... maar ja, je moest elke dag trainen. De fitnessen waren toen niet open, dus we moesten alles zelf doen hier. Ja. Ik had heel veel last van mijn schouder. Ja. Van het fietsen, van dat ongeval. Dus ik moest eigenlijk heel veel... Zo, dat kon ik eigenlijk niet meer doen, zo die dips en zo. Maar dus we moesten eigenlijk heel veel zo planken en zo van die oefeningen doen. En dat was eigenlijk heel saai om te doen. En dan waren we echt zo blij dat we terug crèmekoeken konden eten en zo. Dat was mijn Amerikaan. Amerikaan. Want wij kregen dan ook eten van Foodmaker. En die hadden ons echt zo
ontbijt, middag, avond eten. En we mochten alleen dat eten. Rap, no. Ja. We mochten alleen maar dat eten. Maar ja, dat is zo minder dan dat je normaal gezien zou eten. Dus, Maar dat is wel vies. Hè. Zo, mijn fysiek na een moment had ik niet eens al mijn maaltijden meer. Yeah. Omdat ik zo nog altijd was van, ik moet meer afvallen. Ja, echt? Ja, ik had ook geen honger gewoon. Word je niet super moe dan? Van al dat trainen en niet te eten? Dat is wel zo je lichaam in een soort van shutdown gaat de eerste week. Ja. Omdat je dan geen suikers meer eet. Je stopt met alle troep dat je in je lichaam normaal gezien stopt. Ja. En je lichaam... Ja, dat was een goed moment. Golas is zo'n nozel. Ja. Die is echt zo goed erop. Die gaat soms echt in de weg. Oh, wel. Maar, dat is, Wat voelde dat? Want dan kreeg je echt een soort mega reactie op het feit dat je al die rommel niet meer binnenpakt. Ja, want je lichaam is dan echt zo... Ja, die komt dan in een soort van tekort of zo, denk ik, van suikers. Ja, ja. En dan gaat die suikers ergens anders halen, of weet ik veel wat. Hè. Mm. En je voelt je eigenlijk heel... ik voelde mij zo heel moe de hele tijd. Ja, dat is normaal, inderdaad. Ik had er gewoon een week daarna. Was ik nooit zo in vorm. Dan komt het, hè. Maar als je die kriek hebt gemaakt, maar daar moet je over. En dat is waar heel veel mensen... Je gaat in je bed in, want je bent kapot. Dus je valt gewoon direct in slaap. Ja. Je wordt wakker in de ochtend en je bent fris gewoon. Super fris, ja. Super, ik stond op om 9 uur en zo. 8 uur 's ochtends. Ja. Gebeurt nooit. Maar er was wel een moment tegen het einde toe dat ik... Super, want ik deed heel veel planken, omdat ik zo... Super shredded. Ja. Zo, planken, dat is echt super goed voor je buikspieren. Mm. En... op het moment, ik had zo net geplankt en dat was zo dag 28 of zo. En ik deed zo met die, ik was zo helemaal nat in het zweet. Maar als ik zo opspande en ik filmde van beneden naar boven, dan viel de schaduw op mijn abs. Maar dan leek dat echt, ik was precies een monster of zo. Maar dat was enkel na de planking. En als ik van beneden naar boven filmde, met onder de juiste spot. En dat was echt zo vies zo. Maar is dat wel zo, wat Arno net zegt of zo, dat je wel snapt waarom dat je bijna geobsedeerd door je lijf kunt geraken? Dat je dat snel hebt eigenlijk. Je ziet alles, hè. Ja. Op het einde voel ik mij nog altijd dik gewoon. Ja. Dan was ik zo, putain, dat velke nier. Check je hoe dat we vermagerd zijn. Allee, we zijn check Arno zijn gezicht, man. Dat ze dat... Zie maar, dat is toch gestoord. Ja, dat was echt zot. Ja, inderdaad. Ja. Hoeveel kilo was ik afgevallen? 7 of zo? Ja, zo 7 en ik 4,5 of zo op 30 dagen. Je ziet het op Tinder, zo, dan zitten ze zo naast elkaar eigenlijk. En drie, zeg je helemaal naar Tinder gaan, dan zie je het nog beter. Dan zie je zo de before en after bodies. Ah, ja, en dat is wel een serieus verschil, hè, met jullie, alle twee. Nog iets meer terug? Ja. Nog meer. Ja, hier. Ah, voilà. Dat is echt goed, ja. Als je dat ziet... Ja, dat was zo de Jean-Claude Van Damme-quotes van toen. Maar je ziet dat heel snel in zo de buik en zo. Ja. En je houding ook gewoon. Je rug ook, zo. Ja. Alles. Ja. Check Arno. Bij u ook, man. Dat jij zo wat kletst op je buik, vond ik grappig. Of de haartjes aan het rijden. Mijn boske krabben. Gewaxt in de hockeyvideo. En doe jij ook fitness en zo? Boksen doe ik. En heel veel zo van dat planken en die shit. Omdat planken is eigenlijk echt goed, hè? Dat is een keigoeie. Ik vind dat ook niet... Je doet dat nooit voor je plezier, maar dat helpt wel. Of dat is toch de langste minuut van je leven. Je merkt ook... Je leert dat is toch ongelooflijk hoe lang die minuut is. Maar ik vind wel dat je daar heel snel zo progressie in ziet. Na een week kun je echt zo 2 minuten... Dat gaat heel rap vooruit, ja. Dat gaat super rap vooruit. In het begin is dat ook verschrikkelijk, want dat is aan een hoop gepiepen. Maar één keer dat je er staat en je kunt dan zo echt bijna de houding hebben van... Kan dat wel, dan voel je ook wel goed of zo. Want dat verstevigt direct alles. Hè. Je voelt direct zo dat. Ja, dat is echt zot. Je wordt altijd goed. Dat is ook een mega goede oefening voor mensen met rugproblemen. Hè. Dat zijn zo de dingen dat je moet doen. Heb je daar geen schrik van eigenlijk? Met al die gestoorde vallen en vliegen en springen. Dat je niet met hernia's gaat zitten of met dat soort. Zeker dat we wel iets. Ja. Ik heb nu al een jaar last van mijn schouder. Maar ça va, op zich, door de adrenaline op het moment zelf, dan voel ik daar niet zoveel van. Ja, maar ik denk dat je toch wel eens naar de kines moet. Ja, er gaat wel een moment zijn dat we. Ik denk dat er zo wel een moment gaat komen. Dat we zo, dat een van ons twee. Ik denk dat er een moment gaat komen dat ik oud ga zijn. Allee, oud als in zo door kwetsuren. Mm-hmm. En dat jij vooral heel veel gaat moeten doen. En dat ik meer ga meegaan als een soort van
support of zo. Ja, maar laat ons, en dan moet jij ook mee zorgen dat dat nog heel lang duurt. En dan, wat is, nee, dat kan wel zijn, zodat we. Dat gaat sowieso gebeuren. Dat gaat gebeuren, maar dan zullen we 100%. Het wel zodanig inkleden dat het content-wise interessant is of zo. Ja, sowieso. Ja. Wat hebben we van fanvragen nog, Andries? Marijke, onze stellen. Marijke, onze stagiair. Shout-out naar Marijke. 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 Okay, dus jullie nummer 1 om te collaben is waarschijnlijk Jean-Claude Van Damme. Maar wie staat er op nummer 2 en 3? Nummer 2 en 3... we willen heel graag een filmpje maken over American football, maar in Amerika. Oh, in echt zo'n grote, in een grote stadium. Zie mij iemand van de Rams, zie mij Odell Beckham, who knows, now on site. Odell Beckham, listen. En dan misschien op de derde plek. Ik al een pro Tom Brady of haters? Nee, Tom Brady is wel echt een legend. Ja. Legend. Ja, sowieso. Cool, ik ben niet voor hem, maar ik kan daar zo niks op zeggen. Gast, hij is letterlijk de Messi van de goat van American football. Die heeft, hoeveel rings heeft hij? 7, denk ik. 7, gast. Dat is te crazy, hè. Die heeft meer ringen dan sommige franchises. Ja, dat is het. Ja, dus. Nog een? Yes. Wacht even. Zien. Thomas Janssens vraagt, gaan jullie nu meedoen met EK of WK stokpaard? Ah, ja. dat is eigenlijk een goede vraag. Goeie vraag. Want ik ben dan op zoek gegaan naar waar wordt het WK georganiseerd. En het ding is... Er is nog niet een officiële WK, er is alleen een Fins kampioenschap. Ah, ja. En een Fins kampioenschap is de grootste ter wereld. Maar het is enkel een Fins kampioenschap en geen open kampioenschap. Ja. Dus alleen maar mensen met de Finse nationaliteit mogen meedoen. Ah, jammer. Dus dat is jammer. En ze waren ook niet blij met mijn deelname aan het... ze vonden dat het... raar is. Want... Ja, raar. Want, ja. Maar ik denk dat ze het ook niet deftig hebben bekeken of zo. Maar ja, wie weet. Misschien als ze vonden misschien dat jij... Want dat, ik kan me ook voorstellen, als dat echt zo'n serieuze sport is daar, dat die ook weer zo lekker Scandinavisch het allemaal te serieus nemen. En als die er dan bezig zijn met hun dressure, die denken, joh, maar dat is een gast dat deze gewoon aan het uitlachen is. Ja, dat kan. Ja, maar terwijl... denk, als je echt een video goed hebt gezien, dat je wel beseft dat het niet zo is. Alleen zoals jij direct al zei, van jullie lachen het niet uit. Nee, totaal niet. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik Scandinavisch was en geen gevoel voor humor had, dat ik daar Maar als er ooit een WK of een EK is, sowieso. Ja, dan moet dat toch doen, officieel dan. Belgisch kampioen. Ja, ik ben dat is geen mop. Hij is effectief Belgisch kampioen, dus dan moeten ze je wel toelaten, toch? Eigenlijk zou ik zo bij het BOIC of bij... Ja, gast. Bij, het Olympisch zou ik Comité. Zou ik geen zo pre moeten krijgen? Ja. Toch? Zou ik niet... Zou wel zijn. Voor topsport België. Ja, topsport België. Dat die je echt moeten betalen. Dat zo dingen dat je dan zo, like, vroeger op school dingen niet moest meedoen, omdat je dat statuut had. Ik kan echt niet gaan stemmen, want... Ja. We hebben nog een hele goede video die eraan komt. Hè. Gaan we daarover... Dus overmorgen gaan we het stokpaardrijden naar het volgende niveau tillen. Ja. En we gaan urban hobbyhorsing uitvinden. Dus we gaan echt zo... we gaan een stalen steel zetten en dan gaan we zo gaan grinden van stairs en zo. En gaan we 360's doen en zo. Het is mijn modder. Hoe dat zo... Het skaten en het... er is altijd zo een urban kant aan. Zo het street gedeelte. En dat willen we nu doen met hobbyhorsing. De sport wordt niemand van wist dat de wereld dat nodig had. Dat is het echt, hè. Dat is het echt. Dus dat gaan we nu doen. We gaan echt zo'n street part maken in het hobbyhorsen. Stay tuned. Dat gaat echt crazy zijn. Ja. Te goed. Dus dat gaat zalig zijn. Nog twee vraagjes. Yes. Dan eentje voor de Milan. Niels Hofman vraagt, van waar komen uw editing skills of welke studies heb jij gedaan? Want jij draagt wel heel veel van de video. Dus, Ik draag 50%. Hè. Allee, die twee doen het meer. Beeld, ik. Meer ik vind, zonder ik Milan zou de video's niet zo goed zijn. Ik doe mijn deel. Laten we ons daarbij houden. Ik heb dat gestudeerd. Ja. Ik heb film, tv en video aan de Raffi gedaan in Brussel. Maar dat komt vooral uit zelfstudie, denk ik. Mijn eerste montage was als ik 11 jaar was, dus ik ben wel vrij vroeg begonnen. Veel zelf dingen proberen, dingen die je ziet dat interessant zijn of zo, zelf proberen namaken en ja, elke week met die gasten dingen doen, daar leert je ook veel van bij, dus daar komt het eigenlijk vooral vandaan, denk ik. Dus, en dan de laatste. Stijn zegt, geen vraag, maar gewoon stay steady.
Nee, sowieso. Dat is belangrijk. Sowieso. Maar jij bent ook een zaddy, hè? Zo wel zijn. De dadbot is full and present. En al jarenlang, ik ben een trendsetter op gebied van dadbot. Nice. Dat lijf waar ze letterlijk van zeggen, die heeft vroeger sport gedaan. Dat lijf. Dat is een geuzennaam, jong. Was wel heel funny met Lost Frequencies. Dat was heel mooi. Dat is ook zo mooi. Ook, dat vond ik, als ik dat zeg, pack. Uit de hand gelopen... Goed bedoelde idee, en hier zit een wereldster in. We hebben daar live opgetreden, hè? Op een show, hè? Ja, een van zijn shows in Brussel hebben we echt live uit Zeddy gebracht. Dat ging mega goed, ja. Maar ja, in Brussel kenden ze ons allebei wel, dus dan was dat wel zo. Het was echt goed, maar ik weet niet of we dat zouden kunnen flikken in Azië of zo, of in Coachella of zo, ik ken het. Wie weet. Alle Amerikanen, what's Zeddy, what's going on here, man? What's this? Maar dat was wellicht een gekke ervaring. Maar dat is het leuke aan onze video's. Zo, alles is... Als iemand mij vraagt, wat is je favoriete video? Eigenlijk allemaal. Zo, elke video is zo iets anders altijd. En zoiets raars of zoiets zo unieks. Dat eigenlijk altijd tof is. Mm-hmm. En zeker met hun twee, het is altijd een hele goede sfeer. En we doen gewoon heel graag wat we doen. En ik denk dat bij jullie ook zo is. Je maakt podcasts met een passie. Zo. Ja. Je voelt dat ook zo. Maar je doet altijd, wat heel tof is je doet altijd heel leuke mensen om tegen te babbelen. Want iedereen zit hier ook. En je merkt dat ook, hè, wat je zelf ook meemaakt. Als je iets begint te maken, dat is leuk. En dat begint te werken. En je begint dan meer en meer mensen te hebben die ook zeggen... Oh, ik wil ook wel komen. Dat zijn de momenten dat je echt de coole stuff begint te doen. Maar het grappige is ook, mensen vergeten ook dat die topatleten of die artiesten mensen zijn gewoon. Dus die vergeten van, wow, die kunnen super grappig zijn, die kunnen super chill zijn gewoon. En elke video verschieten wij van hoe chill die eigenlijk gewoon zijn. Dat is echt, we hebben altijd een klik met die mensen. En... Zo chill. Ja, goed. Mannetjes, merci voor af te komen. Deze was een kei plezante. Er zijn nog koffiekoeken over, dus die kunnen we nog opeten tegen dat hier gedaan is. In ieder geval, Rob, Milan en Arno, merci voor af te komen. Het was mega cool. Nog veel succes met al jullie filmpjes. Ik zie nog wel veel dingen voorbij komen. Goede naam voor een merk, want we hebben al veel gelachen met jullie. Dus blijf ons vooral amuseren, want dat doet ons allemaal veel plezier. En het is ook gewoon van die humor die je niet... getint is met teen of tent, is gewoon fun. En dat is, denk ik, iets dat mensen in deze tijd meer nodig hebben dan ooit. Dus keep up the good work, dude. Merci voor af te komen, het was mega cool. Wow. Dat was het weer al voor ons. Ik ben Alex, dat is Andries, dat is Marijke. Wij zijn samen Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er terug when we make Monday great again. Yeah. Merci dat we erbij mochten zijn. Scheiden gedaan, mannetjes. Scheiden gedaan. Heel vereerd. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste. Not the face. Rivers of Kung. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.